Yes, Zoom met Dreamchasers. Het is alweer ons tweede interview. Vorige week hadden we natuurlijk Ryan. En vandaag zitten we hier met Ivan Redan. Ivan, voor de mensen die je niet kennen, vertel eens even kort. Wie ben je? Wat doe je? Oh, wie ik ben? Ik ben Ivan Redan. Ik ben 41 jaar, vader van 4 kinderen. Ik heb een hele lieve vriendin. Ik heb ik heb nu al een jaartje of 12 jaar. 12 jaar onofficieel, maar officieel nu 11 jaar heb ik bijna al Beyond Yourself. Daarnaast heb ik heel kort, nou niet kort, ik heb Supervision ook opgestart samen met mijn broertje, Sunil. Mm-hmm. Die is nog actief in het begeleiden van voetballers. Okay. Supervision was ons kindje samen met Beyond Yourself. Nou, Supervision is meer het zakelijke aspect, het begeleiden van spelers. Eigenlijk alles wat ik in mijn carrière ook heb mee moeten maken. Eigenlijk dat voor de jeugd willen gaan doen. We hadden een mm-hmm. leuke visie daarvoor. Op een gegeven moment, na een paar jaar, ben ik na een jaartje of 5. Zijn er dingen gelopen. Niet op de manier hoe ik het wilde. En dat heeft puur met de ontwikkeling van spelers te maken. Okay. Ook de manier hoe spelers vandaag de dag toch erin staan. Weet je wel? Het is een hele andere wereld ook, denk ik. Hè? Want, het is een hele andere wereld. Eventjes, want we gaan wel heel snel natuurlijk. Ivan Redan, 41 jaar, vader van 4 kinderen. Nu al 12 jaar onofficieel. Maar hè, Beyond Yourself. Maar voor de mensen die het niet weten. Ik ben natuurlijk zelf ook jarenlang voetballer geweest. Ik wil even helemaal terug naar het begin. Hoe was Ivan toen hij opgroeide? Waar ben je opgegroeid? Hoe was je vader? Hoe was je moeder? Hoe was het opgroeien voor jou in eerste instantie? Want ik wil echt de hele weg naar Beyond Yourself en ook straks okay. Supervision. Ik wil echt gewoon ook dat verhaal daarvoor schetsen, je voetbalcarrière, et cetera. Dus bring it on, man. Okay, nou dan moet je teruggaan naar Rotterdam-Noord. Daar ben ik opgegroeid. Geboren en getogen ook. Jarenlang ben ik gewoon een kind geweest die lekker buiten voetbalde, spelen met kinderen, alles op een vast pleintje bij ons, Rode Plein, Fort heette het, waar heel veel goede voetballers zijn groot geworden. Tot mijn altijd negen... op de pleintjes natuurlijk, hè? Ik denk dat... Altijd op de pleintjes. Ja, begint het altijd. En dat mis ik ook nu wel een beetje, ik mis het wel. En als je dan gaat kijken naar... Naar mijn ambities destijds. Nou, ik was vroeger helemaal geïntrigeerd door kung fu films, karate, weet je. Ik wilde altijd de nieuwe Bruce Lee zijn. En alles. Bruce Lee en zo. Hè? Ja, juist. Voor mij ook. Mijn vader maakte me er ook graag mee. Ik begon eigenlijk ook met voetballen. Vanuit karate, vanuit sportschool. Ja. Vroeger gingen we met de warming-up gingen we voetballen. Klopt. Tot we het een aantal keer niet gingen doen. En toen liep ik inderdaad naar het trainen, of ja, naar sensei toe. Ik zeg ja. Gaan we nog voetballen? Dan kan je niet beter gaan voetballen in plaats van karate gaan doen. Ja, zo begon ik het mij ook. Ik heb het wel lang volgehouden. Ik heb het volgehouden tot bruine band, 2 strepen. Wauw. Alleen geen ruzie maken met Ivan. Nou, laat me het zo zeggen. Ik was groot. Ik was best wel groot voor mijn leeftijd. Dus dat was sowieso niet het probleem. En ik was altijd de jongen die altijd op de achtergrond stond. Dus ik was altijd heel verlegen en al dat soort dingen. En wat het was, is dat ik gewoon karate heel leuk vond. Omdat het, je ziet op tv, Karate Kid was net uitgekomen. Je wilde net als The Last Dragon, net als Bruce Leroy wilde je zijn. Weet je, al dat soort dingen, weet je. Dus je deed dingen in de woonkamer voor en alles. En ik dacht echt dat dat een roeping was, weet je wel. Karate, vechten en al dat soort dingen. En zelfverdediging, voornamelijk dat de discipline daarin. Alleen op een gegeven moment, ging ik met een vriendje van mij mee. Ik weet nog dat ik naar Sparta ging. Na een open dag met een maatje van me. Dat was mijn beste vriend. En hij zat al bij Sparta. En hij zei, ja, ga een keer met me mee. Dus ik ging gedwongen mee. Ja, ik kom het veld op. Je kent niemand. Verlegen. Huilen, jongen. Als een baby, jongen. Dus, wat was je? Ik was 9 of zo. 10 jaar. Ja, 9 of 10. En toen heeft hij even mijn moeder me gewoon van het veld afgehaald. Zijn we weggaan. Huilen. Ik zeg, nee, vind ik niet leuk. En ondanks dat mijn beste maatje er was, maar toch niet geworden wat het moest worden. Nee. En 3 jaar later, toen was ik 12. En toen ben ik een keer op een pleintje gaan voetballen of gaan spelen.
En toen kwamen vriendjes van de buurt, kwamen daar en die waren aan het voetballen. En toen deed ik een keer gewoon mee. En heel raar, ik weet niet wat er toen gebeurde, maar toen knapte er iets in me. En toen was ik helemaal verliefd op de bal. Ja. Helemaal verknapt aan de bal. Karate boeide me niet echt meer. Ik ben ook gestopt bij bruine band twee strepen, dus ik heb de zwarte band nooit gehaald. En sindsdien eigenlijk lopen voetballen, man. Dus ik ben best wel laat begonnen met voetballen. Eigenlijk wel, hè? Want als je tegenwoordig ziet, dan worden ze nog net jaar. Niet uit de baarmoeder weggehaald. en op het veld gepropt natuurlijk. Ja. Maar ja, bij mij was het een ander verhaal. En ik moet wel zeggen dat de passie voor de bal was er direct op dat moment wel. En ik weet niet wat er is gebeurd die 3 jaar daarvoor, maar... Gewoon in 1 keer schakelde dat. Helemaal. En ik denk ook dat je dan iets ouder bent. Ik ben ook wel overtuigd dat het iets met mijn biologische leeftijd had te maken. Om echt te gaan kijken van wat vind je nou echt leuk, weet je wel. Weet je, wat vind ik echt tof. En ja, dat was op dat moment voetbal. En eigenlijk is die passie en die liefde voor de bal nooit meer weggegaan. Tot op heden. En hoe kom je dan vanuit Rotterdam-Noord in de jeugdopleiding van Vitesse terecht? Dat is dan natuurlijk wel weer... Andere kant van Nederland natuurlijk. Ja, nou, ik ben begonnen bij Germinal in de Overschie, Kleiweg. En daar heb ik een aantal jaartjes gespeeld vanaf de F's. Nee, geen F's. Zeg maar vanaf de, ik weet niet meer welke teams in ieder geval, maar in ieder geval de jeugdelftallen. Tot en met eerstejaars C, dacht ik. En bij de eerstejaars C ben ik naar Sparta. Ben ik door Sparta gescout. En dat weet ik nog omdat ik toen daarna naar Neptunus ben gegaan van de Germinal. En bij Neptunus speelde een keer een oefenwedstrijd tegen Sparta C2. En wij deden best wel goed met ons team, weet je wel. Neptunus, veel cultuur wat er allemaal rondliep. En ja, ik scoorde die wedstrijd dacht ik 4 keer. En we speelden bij Sparta. Ja. En ik rende, ik weet nog dat ik na de wedstrijd rende ik. Dus iemand zei tegen me, ik zei tegen een van de jongens die ik kende van Sparta. Zei, hey, hoe kom je bij Sparta? En die zei tegen me van, je moet die man hebben daar. Dat is een scout. Dus ik rende naar die man. En gewoon brutaal. Ik zeg, meneer, mag ik iets vragen? Als het goed was, meneer Balkenstein. Luc Balkenstein, weet ik nog. Mm-hmm. En ik zei van, meneer, hoe word je gescout bij Sparta? En toen zei hij alleen maar tegen mij van, daar hoef jij je geen zorgen meer over te maken. Toen wist ik eigenlijk een beetje genoeg. In het jaar daarna speelde ik dus bij Sparta. Maar valt me wel op trouwens, één ding dat je hier vertelt. Want je vertelt daarvoor natuurlijk dat je nog een redelijk verlegen jongen was. Klopt. En nu ren je ineens op Luc Balkenstein af om te vragen hoe je gescout wordt voor Sparta. Had dat puur met die passie te maken? Kwam dat vanuit pure liefde voor dat spelletje? Kwam dat vanuit voort, zeg maar? Nou, ik denk dat het gewoon te maken heeft met als ik iets wil doen, dan ga ik er 100% voor. En ja, dan zijn er eigenlijk ook geen grenzen die ik overschrijf om ze te bereiken. Dus op dat moment was dat mijn doel, van ik wil bij Sparta komen te spelen. Dus wat moet ik ervoor doen? Nou, ik moet misschien die man aanspreken. Dus dat heb ik gedaan. En ja, dat de reactie van hem was eigenlijk goud waard. Ja. Dat maakte het voor mij wel iets van, hey, ik ben op een goede manier bezig. Laten we het doorzetten. Mm-hmm. En het feit ook eigenlijk, als je gaat terugkijken in de tijd van onze tijd, nou, hadden we geen mobieltjes, we hadden geen computers, noem het maar op. Dus eigenlijk was je heel de tijd bezig na school, buiten spelen, tikkertje, verstoppertje, busje trap, noem het maar op, en voetballen. Ja. En op een gegeven moment was er ook dus een periode op het pleintje. Nou, dan had je je vriendenkring en dan ging je jongens weer bellen, thuis delen van, hey, gaan we voetballen? Nou, de ene keer zegt een jongen ja, de andere keer zegt een jongen nee. En dan zoals van deur tot deur gewoon nog, toch? Met de bal aan de voet. Zelf. Rennen, bal aan de voet. De ene keer kwamen ze je ophalen. Nou, ik weet ook nog wel dat ik altijd degene was met een hele goede bal. Het enige wat ik wel deed is, ik pompte de bal keihard op. En dat was omdat ik dan mijn trap kon verbeteren. Want dat vonden niet alle jongens leuk. Want die vonden hem te hard. En ik schoot best wel hard voor mijn leeftijd. Ja, ook dus, omdat je groot was voor je leeftijd natuurlijk. Dat had je wel mee, zeg maar. Ja, dus niet iedereen wilde ook met mij voetballen. Want ja, de bal was te hard, noem het maar op, ik schoot te hard en al dat soort dingen. En er waren ook heel veel momenten in het leven in Nederland, dat je dus regen, sneeuw, noem het maar op. Ja, en dan sta je vaak voor de keuze, wat ga je doen? Ga je toch naar buiten? Ga je toch voetballen? En ga je toch gewoon doen waar je van je houdt? Nou, en dat was in mijn geval wel heel vaak het geval.
En ik was niet de meest technische speler, echt niet, ben ik ook nooit geweest. Maar één ding wat ik wel had, was gewoon doorzettingsvermogen en de liefde voor. Dus het maakte mij niet uit, regen, onweer, ik ging gewoon voetballen. En soms zo lang, totdat mijn moeder moest komen halen aan mijn oor van, hé, nu naar binnen, dit en dat, je weet het wel. En ik denk ook dat dat me heeft gevormd, want waar heel veel jongens die dus zoveel talent hadden op het pleintje, en eigenlijk 10.000 keer beter konden voetballen dan wat ik kon, heb ik het toch ver kunnen schoppen. En dat is wel iets waar je van hebt kunnen leren. Je hebt de jongens, hun technieken, je kan afkijken bij hun. Ja. Op de momenten dat ze er dan zijn. Maar ja, ik denk dat de meeste momenten mij hebben gevormd op de momenten dat ik alleen daar op het veldje stond. En dat ik honderdduizenden keren die bal tegen het hek ging schieten. Met één doel, goals maken. En ik weet ook dat ik vaak panna's kreeg. Was echt grappig, weet je. Ik was echt de makkelijkste persoon om panna's te geven. Maar ja, een panna bij mij was nooit voor mij effectief. Dus ik zei altijd tegen mij, maar die panna, zolang ik die bal maar van je afpak. En uiteindelijk die goal maak. Want ja, we hadden één regel bij ons op het pleintje. 2 goals en zitten maar. Dus ik schoot ze altijd gewoon erin. Scheid en actie, schieten en goal. En dan zei ik de hele tijd gewoon next. volgende team. En we hadden toen destijds best wel een leuk team, hoor. We hadden heel veel jongens met talent. En de ene was super goed in scharen. De andere was een hele goede keeper. De andere was een goochelaar hadden we. En eentje er was gewoon een totaalvoetballer. Die was net een Zidane. En die was zo technisch. Ja, dat je gewoon echt met watertanden ernaar keek iedere keer. En dan met Ivan daarvoor op die gewoon balletjes erin schiet waar nodig, zeg maar. Peunen, punteren. Het maakte niet uit hoe ze erin gingen. Het moest erin. En dat creëer je dan op een gegeven moment ook waarvoor je gaat leven. Nou, dat was in mijn geval voor doelpunten. En waar de anderen dus helemaal gek werd van een panna of een actie. Natuurlijk, ik vind dat ook mooi. Maar ja, ik heb altijd toch die connectie gemaakt met het moet effectief zijn. En waardoor dus ook resultaat uit haalt. Dus een goal. Ja, ik heb veel naar gekeken, man, toen ik jong was. Ik speelde inderdaad zelf ook in de spits. Kijk je natuurlijk veel eerder divisie voetbal. En ja, dan ga je toch kijken van welke spelers kan je leren. Ja, ik heb veel naar gekeken, man. Ondanks dat je natuurlijk niet bij de topclubs in Nederland gespeeld hebt of zo. Ik bedoel, je prikte ze er wel in natuurlijk, hè. Ja, ik heb denk ik overal en nergens wel gewoon mijn broodjes kunnen maken. Daar ben ik wel heel blij mee. Alleen ja, het is dus niet helemaal gelopen hoe ik zou willen, natuurlijk. Weet je wel, je hebt toch altijd een bepaald voorbeeld. Ik heb nog een vraag over de tegenslagen natuurlijk. Die gedurende je carrière overwonnen hebt natuurlijk. Dus, dat komt maar uit, prima voetballer, goed moyenne. 7e plek met RKC, toch? Gedeeld 6e plek. Het was 7e plek. Het was gedeeld 6e plek, maar natuurlijk 7e plek. Met 3 ploegen toch op 6. Ja. En wij, ik weet nog die dag, maar dat wil ik later ook allemaal voor je bewaren. Nog in dat gesprek, want dat waren echt memorabele dagen. Echt dat ik dacht van, dat zijn de meest mooiste voetbaldagen. Ja. En ook natuurlijk historie, wat je dan schrijft met zo'n club. Alleen ja, nee, je redt het net niet. Maar ja, dat komt dadelijk ook weer in aan de orde. In de toto met RKC, ja, weet je, dat zijn toch wel dingen die... Ja, als je het nu tegen jongetjes zegt die nu opgroeien, ja, dat zijn dingen die maken dat niet, op dit moment niet mee, zeg maar. Nee. Ik vind het ook wel leuk. Ik heb helaas niet al mijn doelpunten, want ik heb met mis aardig nog wat doelpunten die ik ook bij Willem II heb gescoord. En alles wat daarna nog is gescoord, dat heb ik allemaal niet in mijn archief. Maar alle wedstrijden vanuit RKC en Roda, dat heb ik gelukkig wel. Ja. En het is leuk om het ook aan je dochter of aan je kinderen en je dochter te laten zien die ook sporten. Van hey, zo was papa. Kijk, de enige die mij heeft kunnen zien voetballen was mijn dochter, die is 16e. Dus die heeft het nog allemaal live mee kunnen maken, maar de rest niet echt. De rest niet meer, weet je. Nee. Het vliegt dan ook wel, hè? Dat zie je dat ook. Niet hard, man. Het gaat super snel. Voor je blinkt, was ik 20 jaar en kijk hier, ik ben nu alweer een oude lul of 41. Dus. Ja, ik ben net 31 nu, maar dan heb ik ook al wel zoiets van, het gaat wel echt hard gewoon met dat. Ja, de laatste paar jaren, zeg maar. Kijk, als je dan echt nog jonger bent, je bent zeg maar die leeftijd 16, 17, 18, weet je, dan denk je, de hele wereld kan nog niet vergaren. Het gaat zo, duurt lang. En dan raak je op een gegeven moment 23, 24, 25 en dan... Dan gaat het tikken. Dan gaat het hard, man. Gaat het echt hard. Maar welke periodes voetballers sta je allemaal nog meest bij?
Laten we daar eens even gewoon kort op een aantal hoogtepunten inzoomen. We hebben natuurlijk Intertoto met RKC staat er ook natuurlijk. Ja, nou ik denk ook wel gewoon natuurlijk ook Europees voetbal gehaald met Willem II. We hebben de beker gespeeld, helaas verloren de finale. Maar we hebben UEFA gespeeld tegen AS Monaco. We hebben als ik terug moet kijken naar de bekerfinale winnen van Ajax in de halve finale dan. Dat was ook een echte gedenkwaardige, het is gewoon een prachtig moment. Als toppers als Sneijder, Heitinga, Van der Vaart, Rijn Babel, ga zo maar door. Ja, die komen wel aan het voetbal inderdaad, hè? Is wereldtop. Ja, die hadden echt zoveel pech die dag. Alles ging naast, paal, lat. We hadden echt een engeltje op de lat ook. En daar hebben we maar één moment nodig. En we wonnen gelukkig 1-0 met een goal van Tom Kalewee. Ja, dat was gewoon 1-0 feest. Snap je. Mooie dingen zijn dat, hè? Ja, en ik moet zeggen, als ik moet gaan kijken naar je vroeg naar de meest gedenkwaardige momenten, dan denk ik toch wel, oké, natuurlijk zijn de club doelen en de resultaten die je behaalt met de club zijn mooi, maar als ik terugkijk naar mijn persoonlijke mooiste moment is toch het moment dat je na zo'n zware blessure terugkomt en dan toch weer op een niveau komt dat je kan laten zien aan de mensen van hey, ik heb er hard voor gewerkt en ik sta weer op een bepaald niveau. Ja. Weliswaar niet het niveau wat ik ooit weer ambieerde te halen, maar wel weer op een goed niveau waarbij ik weer mensen kan laten genieten van hetgeen wat ik altijd heb willen doen. Ja, precies. Dat was dan toch het moment dat ik net van mijn tweede kruisband herstel en de 1-0 maakte tegen ADO thuis. Wauw, ja. Na bijna 9 maanden herstellen. Het is dus lang, hè? He, het is heel lang en het was ook wel een hele rare periode, want ik weet nog dat ik de voorbereiding heel goed draaide. Ik was topscorer in de voorbereiding. Alleen de trainer die stelde me niet op in de basis. Dus hij was heel voorzichtig met me. En dat kan ik aan de ene kant ook wel begrijpen. Alleen aan de andere kant, je bent jong. Je bent net hersteld. Je wilt graag. Je bent super gedreven. Je bent super fit. Want op dat moment kom je net uit een revalidatieperiode. Dus fysiek ben je op en top. Ja. En in de voorbereiding heb ik eigenlijk alles meegedaan. En ik was topscorer. Dus ik zei denken van hey, trainer, hallo, hier ben ik. Stel me op, weet je wel. Ja. Nou, dat was dus niet het geval, maar dat heb ik moeten respecteren. Alleen dat heb ik natuurlijk sportief kunnen rechttrekken dat jaar. Door gewoon zoveel mogelijk goals te maken. En ik denk ook topscorer geworden van RKC dat jaar. Alleen het was zoveel moeite om te overtuigen van mag ik alsjeblieft basisspeler zijn? En niet de rol nemen wat eigenlijk in de serie Dessers hier ook heeft. Nee, invallen. Weet je wel, dat je ook echt opkomt voor hetgene van hier sta ik voor. Ik kom om basisspeler te willen worden. En als je resultaten, maar ook je prestaties ertoe roepen van je doet het goed. Ik ben het, ja. Dan mag je ook daar wel iets van zeggen, vind ik. Ja, en heb ik dus ook gedaan. Heb ik gedaan. Het werd toen nog steeds niet echt gehonoreerd. Dat is niet erg. Dat moet je ook weer respecteren. Alleen toen was mijn keuze, dan ga ik een halfjaartje een uitstapje maken. En dat heb ik in principe ook gedaan. En dat is ook heel goed uitgepakt bij Rode JC. Ja. Onderstasier ging daar weg toen, toch? Ja, klopt. Die ging weg. En, was ook wel een classic spits nu, hoor. Als je het daar ook weer over hebt. Ja, in die tijd waren er heel veel goede spitsen, hoor. Ja, cool. Ik kan me heel goed bedenken dat ik aardig wat spits heb moeten wegwerken, ook in mijn tijd bij RKC. Een stuk of 6, voordat ik überhaupt in de basis kwam te spelen. Dat was ook wel een speciaal elftal, toch? Want volgens mij, daar speelde natuurlijk ook jouw voetbalvader, zoals je hem genoemd hebt, die speelde daarin, toch? Zeljko Petrovic, ja, zeker weten. Ja, van hem heb ik heel veel mogen leren. Je komt als jong spelertje daar, 18-jarig jongen kom je aan bij RKC. Net op de brink of 19 years. En dan moet je eigenlijk jezelf gaan bewijzen. En dan speel je niet meer in een belofte elftal met allemaal jonge spelers. Ja, en dan is het verschil is anders. Eigenlijk als je nu kijkt naar de belofte elftal, zijn er allemaal jonge spelers. Jongens van 19 tot en met 18, 17, ga ze maar door. En max is misschien 21. Klopt. En in onze tijd was zeg maar het grootste gedeelte van het team. Zij waren 21 en ouder, een paar jongens met dispensatie en ook spelers van het eerste die dan terugkwamen. En als je dan met het eerste mee wilde doen,
je trainde dan echt letterlijk met alleen maar routiniers. Dus, ja, je moest echt van goede huizen komen om daar jezelf tussen te knokken als het ware natuurlijk. Klopt, we hadden in mijn tijd, ik had Michael Lamy hadden als jonge speler. Hij was 19, ik was 18, hij was 19. En later naar PSV gegaan natuurlijk, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, ik ben PSV-fan, dus die staat mij dan nog natuurlijk wel weer heel goed bij. Ja, ja, ja. En dan had je Joey Gutjesson, dus dat waren drie jeugdspelers die er waren. En de rest was een beetje al wat ouder, dus 22, 23. Maar dat waren de, ja, wij waren de enige drie jonge gasten echt wel in de gehele selectie, dus die dus aan de bak moesten gaan om te laten zien van, hé, wij willen wel spelen. Alleen, ja, wat moet je ervoor doen? Nou, voorop lopen bij elke conditionele test. We moesten op de training onze mannetje staan. De trainer, ik weet nog dat Jol tegen me zei, voordat jij basis speelt, moet je eerst 6 maanden tegen deze gasten, tegen deze beren je staande houden op de trainingen. Nou, dat heeft ook allemaal weer geduurd. Nou, totdat ik op een gegeven moment na, laat me zeggen, ja, letterlijk na 6 maanden. Want ik weet nog dat het de eerste wedstrijd was na de winterstop tegen Vitesse thuis. Stond ik basis tegen mijn oude werkgever. Ja. En dan scoor je die 1-0. Ja. En dan komt er zo'n last van je af. En daarvoor, in de periode daarvoor, dan heb je heel veel invalbeurtjes. Maar dan lukt niet alles. Weet je, komt 1-1, schiet je tegen de keeper of je schiet naast. Niet alles is dan nog in balans. Maar is ook moeilijk, hè, invallen. Ik vond het zelf ook altijd, als je... Je hebt zo'n beperkte tijd en ja, je moet daarin dan maar iets forceren. Zeker als aanvaller. Kijk, als verdediger invallen, het is een kwestie van, hè, heel goed opletten bijvoorbeeld. En gewoon alles weghalen wat weggehaald moet worden. Maar ja, als klopt, aanvaller echt iets moet forceren. Ja, maar dat moet in principe ook haalbaar zijn. En het is, ook, is me ook wel gelukt. Alleen het is ook de instelling waarmee je erin gaat. Kijk, tuurlijk, ik heb ook moeten leren van momenten dat ik op de bank zat. En dan heb je een bepaalde teleurstelling. Van, hé, ik zit op de bank. Weet je, hoe ga ik daarmee om? Ga ik met een lang gezicht zitten? Als ik de warming-up moet doen, ga ik dan een halve warming-up doen? Heel de tijd kijken, een beetje half rekken, quasi zo. Totdat ik erin mag komen. Nou, dat was denk ik 1 of 2 keer gebeurd. Daarna heb ik het nooit meer gedaan. Want ik weet nog dat ik een keer half teleurgesteld de warming-up deed. En dan erin moest komen. En ik raakte geen pepernoot. Letterlijk geen pepernoot. Dus, en ik was binnen de eerste sprint was ik helemaal buiten adem. Jongens die gingen me uitlachen van mijn team. Die zeiden van, hahaha, hoe dan? De langzaamste speler van de Eredivisie, die heeft je eruit gerend. Weet je, het zijn allemaal dingetjes die je dan meeneemt. En dan waarvan je leert van, potverdomme, dit willen we niet meer overkomen. Weet je wel? Dus nee, daarna ben ik warm-ups ook tijdens een teleurstelling heel anders gaan benaderen. Volle sprintjes over mijn dode punt heen komen. Zodat als ik erin moest komen, gelijk. Weet je wel, ready to go. Dat je ook echt stond. Ja, ja, en dat heeft me wel geholpen. Want er waren wel momenten dat ik inviel. Ja, en dat ik gelijk gewoon heel super scherp voor de goal was. De eerste goal gelijk, boom, kans. En hij ging erin. Ja. En ik denk ook dat dat een heel goed voorbeeld is voor jongens die dus op de bank zitten. Om altijd, ook al ben je teleurgesteld, laat de trainer altijd, bewijs de trainer het tegendeel door gewoon je beste beentje voor te doen. Door middel van een hele goede verwarming, positieve instelling, ook je teamgenoten gewoon positief te benaderen, weet je wel, naar de wedstrijd toe. Want het gaat om die wedstrijd, het gaat niet om het individu op dat moment. Nee. Snap je wat? Het is een teamproces en jij ook kan het verschil maken als je erin komt. Dus dan moet je er wel staan. Dan moet je wel voorbereid zijn. En inderdaad niet een half bakken. Ja, maar ook jezelf kunnen wegcijferen op dat moment. Ja. Weet je, tuurlijk, iedereen zal ontevreden zijn. En je ziet het nu vandaag de dag nog sneller. Dat spelers van 18, 19 jaar, als ze bij het eerste komen en niet spelen, dat ze gelijk ook verkassen. Ja, Martin Jol heeft me altijd gezegd, een goede concurrentiestrijd word je ook goed van. En dan word je ook beter van als persoon, maar ook als atleet. Dus ja, dat is me ook wel bijgebleven. En ja, toen ik dus 6 spitsen moest wegwerken bij RKC, letterlijk 6. Ja, dan was het geen pretje. Nee, ik was Ron Heesakkers, Arthur Human, Bernardo Vasconcelos, Gabor Torma. Hoe heet die andere nog? Er was nog eentje. En dan had je Rick Hogendorp. Rick Hogendorp natuurlijk. Maar die was buiten kijf, altijd de spits. En dan had je nog 1 spits. Eddie Putter. Nou, dus 6 spitsen. En dan vaak 4-3-3 voetballen natuurlijk. 1 echte diepe spits, ja. En dan eentje half erachter. Eentje half erachter. En dan hadden we een hangende rechts. Dat was Jurie Cornelissen. Of op links was Jurie. En dan hadden we op rechts hadden we dan hangend Petrovic of Van Diemen.
Nou, dan was ik dan de schaduwspits samen met Ricky. Nou, maar om in die positie te zijn gekomen, nou, dat heeft me letterlijk een half jaar geduurd om die kans te krijgen. Ja. Maar ja, ook de journey daar naartoe om al die spitsen weg te werken, ja, dat heeft me ook weer mentaal moeten vormen als persoon. Tuurlijk. Maar ook als atleet. Tuurlijk, want, dus daar want ben je ik komt ook er op dat moment ook achter dat niet alles maar aan komt waaien. En dat je echt die concurrentiestrijd moet je winnen. En als je niet wint, dan speel je niet. Ja, of op maandagavond bij de belofte. Klopt, maar het was ook een keuze van, ik kon ook zeggen van, ik gooi de handdoek en ik ga weg. Ja, dan had ik één, wat heb ik ervan geleerd? Van, nou ja, als iets niet loopt hoe het moet lopen, dan gooi ik de handdoek en dan ga ik iets anders doen. Of ik ga de situatie in eigen situatie controle krijgen. Dat betekent gewoon keihard mijn best gaan doen, harder werken dan dat ik al deed. Slimmer te werk gaan en al dat soort dingen. Ja, en op een gegeven moment dan gaat alles een beetje op zijn plekje vallen. Ja, en dan hoef je je ook niet meer zo druk te gaan maken om randzaken. Nee. Kijk, en dan als je dan een stukje balans hebt, dan valt die bal goed voor je. En dan ben je eerder bij de bal en dan kan je het verschil maken. Je bent net wat scherper en ja. Weet je, en dat zijn wel denk ik momenten die belangrijk zijn om altijd je hand in eigen boezem te steken. En niet heel makkelijk weer vingertje te gaan wijzen. Ja, de trainer mag me niet of dit of dat. Nee, gewoon dan maar langer in de gym. Dan maar langer een tweede training op het veld gaan pakken. Goed op je eten letten. Goed op tijd naar huis. Ga slapen. Noem het maar op. Maar dit is dan dus ook echt die periode waarin je zegt dat bijvoorbeeld in de laatste jaren, als Petrovic heeft gewoon echt, zeker in die periode bij jou, gewoon heel veel invloed gehad om je rustig te houden ook deels, denk ik. Ja, want wanneer je speelde en in het veld stond met hem, nou, dan kon je de klok erop gelijk zetten. Dat als je één keer een foutje maakte, dat hij er gelijk op zat. Nou, en als jonge speler is dat best handig, want dan weet je ook gelijk wat je niet goed hebt gedaan. Ja. Snap je wel? En dat merk ik nu ook bij jeugdspelers. Als een trainer niet zegt of geen stopmoment erin gooit, hoe leert een kind dan? Nou, in mijn optiek was het op dat moment, als ik een bal bijvoorbeeld schoot, geef ik even een voorbeeld hoe Petrovic het deed. Als ik bijvoorbeeld in een aanvallende situatie kwam en ik schoot op doel, maar hij ging naast, dan schreeuwde hij, omschakelen, omschakelen, naar de cirkel, weet je wel. En dan was het eigenlijk zonder te rouwen, of die bal naast hem overging, omschakelen, draaien, sprinten, weer in mijn positie en weer in dienst van het team staan. Ja. Nou, en ik weet nog dat ik een keer een bal schoot, ging die erin en ik was aan het terug omschakelen. Zo gek was ik in het hoofd. dat hij helemaal in je hoofd zat. Helemaal, en dat hij naar me toe rende van, hey, er is gescoord, weet je. Dan, weet je, lekker. Maar dat was zo'n impact, dus dat iemand dus zoveel tips en tricks in het veld aan je geeft. En dat merk je ook wel, dat er nu bij je heel veel jongens die toch routiniers om zich heen hebben, dat ze die stappen krijgen en de leerstappen ook kunnen volgen. Het is gewoon belangrijk, want als je iemand heeft die alles klappen van de zweep al heeft gehad, dan is het gewoon eigenlijk één op één overnemen. You can't win anything with kids, right? That's, in Engeland is dat een hele uitspraak van wie was die ook alweer? Ik weet niet meer. Dat weet ik niet meer. Oh, trainer, toch? Ja, maar ik ben daar niet helemaal mee eens, want als ik ga kijken naar Ajax een paar jaar geleden, waren er ook al heel veel jonge gasten. Weet je, en ik denk dat de oudste speler was denk ik Danny Blind, of Daley Blind. Weet je wel? Ja, oké. Bereikte... Maar er stonden wel een aantal van dat soort jongens bij. Ja, maar toch, dan zie je dat de tendens toch was de jeugd. Gemiddeld was denk ik de leeftijd van Ajax was 2, 23, misschien 21. Hele jonge. Weet je? En dat was gewoon heel getalenteerde jongens. Alleen, ik denk dat het wel handig is altijd om routine erbij te hebben. Ja. Hey, waarom ik deels ook Petrovic hier een aantal keer benoemde in het interview, was natuurlijk omdat je hem je voetbalvader genoemd hebt. Maar in een ander interview. Maar vind je dat iemand als Petrovic, tenminste dat is namelijk een beetje het gevoel wat ik heb, in Nederland een beetje onderschat wordt qua know-how, qua kennis, qua... Ik heb een beetje dat gevoel dat het toch... Ja, maar dat hij niet de waardering krijgt die hij verdient. Ja, maar dat komt omdat Petro is een excentriek persoon. Ja. Zijn tong op zijn hart op zijn tong. En hij praat Nederlands nog niet helemaal vloeiend. Dus wat gaan de mensen doen? Die gaan er grapjes over maken. Het is een man met temperament, passie. Ja, in Nederland is het vaak hier zo, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Ja. Ja. En ben je met Petro,
Ja, dan is het gewoon een en al gewoon, ja. Hij is excentriek. Ja, maar is ook gewoon een stukje familie eigenlijk bijna. Ja. En dan zie je ook wel gewoon van hoe die is, dat het gewoon een heel oprecht persoon is. En, geloof ik heel goed. Ja, en soms dan sta je ook te kijken van, maar die man weet heus wel waar hij over praat, snap je wel. Ja. En die heeft ook niet, als hij niet zo goed was, zou die ook niet overal aan het werk komen. Snap je wel? Nee, dus maar absoluut. En juist daarom ook, dat ik het je vraag. Ja, maar, nee. Iemand heeft ook, ja, maar iemand heeft ook denk ik de tijd nodig, snap je wel. Waar je vaak ziet dat andere trainers meer de tijd krijgen, dan vind ik ook dat zulke trainers meer de tijd, of dit soort spelers meer de tijd zouden moeten hebben. Maar ja. Ik zit helaas niet in de trainerswereld. Nou ja, een of, beetje wel, toch? Maar niet op zijn stoel. Niet op zijn stoel, nee. Nee, klopt. Precies dat. Hey, er zijn drie dingen, denk ik, die ik toch wel eventjes vanuit jouw carrière wil bespreken, die er een beetje naar voren komen. Je hebt natuurlijk twee hele heftige kruisbandblessures gehad. Hoe was dat voor jou? Hoe heeft dat jou gevormd uiteindelijk? Confronterend sowieso. De eerste was, ik was 15 jaar toen ik mijn eerste kruisband scheurde. Dat was bij Vitesse. Na de vijfde wedstrijd zelfs. Dus je bent net bij een nieuwe club. En dan word je eigenlijk in het diepe gegooid. Nou, in die tijd, dat was in 95. Ik denk niet dat de technologie zo ver was dat we alles wisten, weet je wel. Natuurlijk hadden ze wel goede methodieken. Of methodes om kruisbandblessures te verhelpen. En ik heb heel veel geluk gehad met dokter Heijboer, die mij ook daarbij heeft geholpen. Een van de beste kniespecialisten van Rotterdam in Nederland. En ja, ik ben blij gewoon dat ik na een second opinion naar hem ben gegaan. Want de eerste dokter die zei gewoon van ja, je gaat niet meer voetballen. Heel simpel. Ja, die zei, dat ging hem niet worden natuurlijk. Nee, kijk, iemand kan iets zeggen tegen jou. Maar ja, ik zeg, als jouw drive zo groot is, dan houdt niks je tegen. Ja. En ik heb ook daar toen destijds met mijn trainer Mike Snoei bij de A1. Die zei tegen mij, ik ken nog een hele goede dokter. Dus ga een second opinion daar nemen. En die zei eigenlijk heel simpel van, je kan twee dingen doen. Opereren, daar heb je op latere leeftijd heel veel last van. Toen zei ik heel simpel gelijk, maak me geen moer uit. Ik wil voetballen, ik wil prof worden. Toen zei hij, is goed, maar er zijn natuurlijk risico's eraan vast. Dit en dat. Nou, oké. Okay. Ik heb een voorste patella pace plastiek gekregen. Dus dan halen ze een stukje, 1/3 uit je patella pace. Net onder je knieschijf halen ze een stukje eruit met een stukje bot. Nou, dat wordt dan je nieuwe kruisband. Nou, en dan in die tijd moest je 6 weken nog met krukken. Je mocht je voet niet belasten. Je moest heel rustig revalideren. Aqua joggen, krachttraining, losgooien van het spierenweefsel of littekenweefsel. Ja, het zijn uren en uren dat je als 15-jarig jongetje niet naar je spelers, met je spelers op het veld kan staan. En dan moet kijken hoe anderen gewoon doen waar jij van houdt. Maar jij kan het niet. Ja, dat is toch een mentaal, een mentale klap die je moet overwinnen. En dat je dan ook niet in Rotterdam bent, maar dat je dan in Arnhem zit, in Papendal, helemaal op jezelf. Op een kamertje, 15 jaar. 15 jaar oud, inderdaad. 100 kilometer verderop van je familie. En eigenlijk één ding was, wat me alleen maar dreef, dat was, ik wil prof worden, ik wil prof worden, ik wil prof worden. Wat moet ik ervoor doen? Hoe kom ik terug op mijn niveau? En dat was gewoon luisteren naar de fysio destijds. En dat was Robert van Singel. Van het NOC-NSF. En een killer van een fysio, echt. Die was zo lekker hard. En tijdens revalidatietrainingen, krachttrainingen, pompte hij me helemaal op. En kon hij me heel goed motiveren. En ook natuurlijk, wat ook heel belangrijk was, in toom houden. Want als jong gastje wil je eigenlijk alles heel snel. En dat was in dit geval met een kruisbandblessure, moet je dat dus juist niet willen. Want ja, één kleine verrekking op je knieband en je bent weer van voren af, kan je weer beginnen. Ja. Dus ik ben heel dankbaar dat ik zulke goede mensen om me heen heb gehad. En dat ook Vitesse natuurlijk me daarin heeft gesteund. En, maar ja, die 9 maanden waren geen grapje. Weet je, dag in, dag uit, 3 trainingen pakken. Ochtend bij de fysio, revalidatieoefeningen doen, fietsen totdat je erbij neervalt. In de middag ga je naar de krachtgolf, moet je krachttraining doen. Daarna moet je gaan aquajoggen, dan ben je kapot en dan moet je eten, school nog doen. Ja, en dan is het slapen en de volgende dag weer. Het was maandag tot en met vrijdag. En het weekend kon ik dan naar mijn ouders terug. Dan bleef ik in Rotterdam. En dat was het eigenlijk. Ja, precies. En de tweede keer? De tweede keer dat was... Ja,
daar had ik laatst over met Martignon nog over gesproken, was wel leuk. Waren we op een trainingskamp in Zeeland. Ja. En dat was na het jaar dat ik best wel heel goed draaide bij RKC. Ook in Jong Oranje belandde. En nou, mijn contract werd toen destijds bij RKC opengebroken. Ik kreeg een nieuwe aanbieding voor 4 jaar. Ook omdat er natuurlijk aanbiedingen waren of interesses waren vanuit de grotere clubs. 2 grote clubs uit Nederland. Topclubs. Ja, natuurlijk. Als je een goed jaar draait bij een lager geplaatst team, wordt opgeroepen voor Jong Oranje, ja, dan komt er interesse. Ja, maar je moet ook presteren. En tuurlijk. Mede ook door omdat ik bij Jong Oranje, ik had 4 keer gescoord in een wedstrijd. Achter Ricky was ik de 2e topscorer, achter Ricky Hoogendorp. Je bent jong, je bent nog dynamisch en alles. Nou, dus ja, clubs ga je toch een beetje vergelijken. Die willen toch kijken of je binnen te halen bent. Nou, toen ben ik toch in zee gaan weer met RKC, verlengd. Met de veronderstelling dat ik dus misschien wel een transfer zou kunnen maken naar een leuke club. Want Mikey ging toen dus naar PSV. Nou, ik had altijd wel een leuke club, gewoon leuk gevoel bij PSV of bij Ajax. 1 van die 2. Feyenoord, die zou ik ook natuurlijk wel doen als Rotterdammer. Tuurlijk, als Rotterdammer. Alleen ik had nooit dat gevoel. Kijk, Patrick Kluivert was mijn voorbeeld. Weet je wel, dat is mijn voorbeeld, voetbalvoorbeeld, maar ook een hele goede vriend van me. Geweldige spits ook natuurlijk, hè. Dus als je daar tegenop kijkt, is ook geen schande. Wereldspits. Ik heb zoveel geleerd van die man. Maar dus die 2 clubs waren concreet destijds, weet je wel. Dus met de veronderstelling van, nee, we gaan gewoon blijven bijtekenen. En een lekker nieuw seizoen draaien bij RKC. Nou, voorbereiding gaat, Zeeland, we gaan daar naartoe. 3e dag of zo. En ja hoor, pieptest. Nou, pieptest, samen met Patrick van Diemen liep ik voorop. En we lopen eigenlijk bijna die pieptest uit. Benen helemaal naar de kloten. Kan je vertellen, met mijn spaghetti legs. Heet er helemaal naar de kloten. Dus waar we eigenlijk al een ochtendtraining op hadden zitten. We hadden al een strandtraining gedaan. Daarna om 11 uur hadden we de pieptest gedaan. En ik had zoiets van, oké, ik ga helemaal los. Helemaal vol. Dan heb ik gewoon mijn test gehaald en that's it. Dan ben ik super fit. Maar ja, niet wetende dat trainer nog zou zeggen, hé, we gaan nog een partijtje doen. Ja, dan heb je 2 dingen ook. Dat er misschien de staf of de trainer zegt, hé, je bent helemaal klaar, naar binnen. Nee toch? Naar binnen. Ja, je bent jong. Ik was 19. Uitgelopen net. Ik was kapot. Ja, ik zei al, ja, ik kan echt niet meer. Maar toch word je toch opgeroepen van, oké, we gaan een partijtje nog doen. Na die pieptest. En ja hoor, eerste bal, je kan je toch niet inhouden. Je gaat het niet houden bij een kaartje of wat dan ook. Je bent jong, je wilt toch je actie maken. Je neemt die bal aan, ik draai weg over links. Ik krijg een heel klein tikje, heel minimaal tikje. Echt, je kan niemand dat kwalijk nemen. Gewoon een duelletje, klein tikje op mijn linkerknie. Snap. Snap. Was het. Meteen naar de grond? Ja, ik voelde gelijk die knie klik-klak doen en het was klaar. Ja. Ja, en dan eigenlijk zie je dan alles weer voor je bij flitsen, wat je op je 15e, 16e ook weer hebt meegemaakt. Alleen dan aan de andere kant. Ja. Dus dat was echt, was balen, want mijn moeder was toen in Suriname en dat wilde ik. Ik wilde daar echt die pijn behoeden, weet je wel. En ik weet nog dat ik in het busje in huilen uitbarstte en ik moest haar gaan bellen, weet je wel. En, ja. Ja, toen zei ze, komt goed en dit en dat. En als ik terug ben in Zuid-Suriname, dan neem ik wel wat lekkere stroop voor je mee. Weet je wel? Ik zeg, oké, lekker stroopie. Maar alles ging weer door me heen. En het eerste wat ik eigenlijk deed daarna was, ik belde gelijk dokter Heijboer op. En verbazingwekkend was dat hij gelijk zei, ik weet het al. Ik heb al een plekje voor maandag bij je. Dus eigenlijk, hij wist het al, want het was gelijk op media gekomen. Hij had het al gelezen. En hij had dan gelijk me ingeboekt. Hij zei alleen, zorg dat je knie vochtvrij is. Dus geen dikke knie. Want dan kunnen we gelijk opereren. En hoe eerder we opereren, hoe sneller je weer aan je revalidatie kan gaan. Hoe lang lag je toen uiteindelijk uit, deze? 6 tot 7 maanden. Ja. 6 tot 7 maanden. De linkerknie ging redelijk sneller. En dat heeft ook te maken omdat het mijn linkerknie was. Dus dat is je standbeen. Hmm. En over het algemeen dus ook je krachtigere been. Dus dat was ook makkelijker om op te bouwen. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, het enige nadeel was door de blessure, dus door het traumamoment,
heb ik meer schade gehad in de knie. Dus ik had een scheur in mijn meniscus. Ik had kraakbeen beschadiging. Waardoor ik dus nu, wat ik dus nu heb op latere leeftijd, last van mijn linkerknie. Dus het zit bijna bot op bot. Meniscus die niet meer lekker werkt. Dus af en toe voel je die knie nog een beetje instabiel. Maar voor de rest zitten de kruisbanden er nog helemaal goed. Heb je er met je werk veel last van nu? Nee, af en toe. Als ik echt heel veel beenoefeningen heb gedaan, dan kan het wel wat zijn dat ik wat prikjes krijg, wat steken. Maar voor de rest is het goed te doen nog. Oké. Nou, weet ik waar ik me op moet voorbereiden als ik straks rond die leeftijd kom zeggen. Hey, het is goed. Twee momenten nog uit je carrière die ik even wil bespreken. Want ik denk namelijk ook, zeker omdat het natuurlijk recentelijk ook in het nieuws is geweest, is er weer een profvoetballer geweest natuurlijk die een auto-ongeluk had. Je hebt zelf ook een auto-ongeluk gehad op jonge leeftijd. Goed, gelukkig niet deze uitkomst natuurlijk. Laten we dat voorop stellen. Hoe is dat voor jou geweest als, als jonge speler? Ja, nou, ik weet nog, ik was bij Willem II en ik was daar op mijn actief. Dus ik ging spelen bij, of trainen bij RKC. Weer onder, of Schelke was toen trainer bij RKC. Dus die had me erbij genomen, mocht ik meetrainen. En ik weet dat ik nog een keer van de training wilde ik naar huis rijden. En het was weer herfst, net herfst geweest. Hè. Dus het was een hele lange tijd droog geweest. En die ochtend ging het opeens, na de training ging het regenen. Dus wat gebeurt er, en dat heb ik later ook aan de politie gevraagd. Is, waarom ben ik in een slip geraakt? Nou, ik reed een BMW, nou, een 3-serie, zo'n met achterwiel gedreven. BMW is altijd achterwiel aan. Mm-hmm. Ja. En, ik moest dus vanuit Waalwijk naar Tilburg rijden, want daar woonde ik. Maar ik reed altijd binnendoor. Dan heb je een, het heet ook de Dodemansweg. Dat is een weggetje richting, een buurt in Tilburg. Ja. Dus via de achterkant, via de Efteling rij je dan. Klopt. Nou, dan rijd ik daar naartoe, maar je kan niet hard rijden daar. Kan niet. Het zijn allemaal chicaantjes en noem het maar op, en bochtjes. Je kan onmogelijk daar 150 of 80 rijden. Kan niet. Je moet rustig rijden. Dus het ging motregenen. Nou, wat gebeurt er? Ik rijd met die auto, hup, hup, hup. En ik belde nog naar huis van, hey, morgen, of gaan we dadelijk boodschappen doen? Ja, we gaan boodschappen doen. Heel toevallig had ik die ochtend, en ik geloof niet in toeval, ik heb die ochtend dat ik mijn kinderstoel, die babystoel, uit de auto gehaald. En ik had een coupé. Mijn broertje had ik die dag, die avond, was bij me komen logeren. We hadden gegamed. Ik zei ook van, ga je morgen mee naar de training? Kijk, hij zei, nee, ik ben moe. Hij bleef liggen. Ik dus naar de training gegaan. Ik wil terugrijden naar huis om met mijn vriendin destijds boodschappen te gaan met mijn ex-vriendin. En ik haalde die ochtend dus uit het niets die babystoel eruit. Die dus rechts achter mij in de auto zat. En ik rijd terug van de training. Ik had er al gezegd dat, dat ik eraan kom. Oké, ik rij. En later, het enige wat ze dus weer kreeg is een belletje. Van, hey, kom hier naartoe, want je vriend heeft een auto-ongeluk gehad. Dat was het tweede telefoontje wat ze kregen. Ja. En ik weet nog dat ik dus terugreed. En wat op dat moment zei je natuurlijk ook niet weten hoe ernstig het is als je zo'n telefoontje krijgt. Laten we dat ook want even doen. Want ik belde niet zelf. Nee. Dus want dan weet je ook wel hoe laat het is. Ja. En ik weet nog dat ik terugreed. Nou, ik rijd die weg op, naar links en naar rechts. En op het moment dat ik naar rechts ging, voelde ik mijn stuur gaan. En bij BMW heb je meestal die auto ABS. Dus dat die zich corrigeert. En in dit geval deed hij niks. En toen opeens ging dat ding knipperen en toen ging het uit mijn handen. En ik weet nog dat die auto draaide en boom, donker. Frontale botsing met de tegenligger. Kwam in een slip terecht. Ik belandde ergens tegen een boom met de auto. De andere, degene in de andere auto, die ergens in de berm, die zat met haar, was een dame met haar gezicht. Op het stuur, knie helemaal vast en alles. Ik zat half met mijn hoofd op de achterbank, tegen het achterste kleine ruitje was ik getikt met mijn hoofd. Bloed, voet in de gordel en ik lag daar, helemaal buiten westen. Airbags niet open. Dat is ook weer apart. Ja. Hele dure auto, maar geen airbags open, dus daar was ik ook helemaal boos over. Ja, en,
En ik hoorde alleen maar sissend geluid. Ik weet nog dat ik bij Sinnen kwam en ik hoorde een sissend geluid van, what the hell is dit? Ik dacht, die auto gaat ontploffen. Dus helemaal overstuurd. Ik denk, what the hell? Ik zie glas overal, bloed, mijn handen helemaal vol met glint. Echt, dat was helemaal... En ik had last van mijn nek. Ik lag helemaal, ja, ik lag helemaal verfrommeld daarachter opgevouwen. En ik dacht alleen één ding, ik moet snel uit die auto. Dan ben ik uit de auto gekropen, ik probeerde nog mijn telefoon te zoeken, ik kon hem niet vinden. Later heeft iemand anders die telefoon gevonden. De auto was helemaal, als ik je zeg dat als dit mijn telefoon was, zo dit is de auto, dan vanaf deze lijn, zeg maar, dit was helemaal kapot en deze kant was nog intact. Dus als het letterlijk helemaal plat gedrukt. Gewoon echt in elkaar gevouwen, zeg maar, als het ware. Eén kant kon je gewoon door middel zagen, één kant kon je verkopen, andere kant was gewoon weg. Dus dan moet je voorstellen, als mijn broertje was meegegaan van training, of na de training, was hij er ook echt niet meer. Als er een kind in die auto had gezeten, op de plek van het kinderstoeltje, was het ook klaar geweest natuurlijk. Ja. Alles weg. En ik heb ook gewoon geluk gehad. En ook de dame natuurlijk heeft geluk gehad. Want ja, later gelukkig was ik ook heel blij omdat er onderzoek is geweest. Ik reed niet te hard. Gewoon 50. Remsporen, die lieten dat aan, konden dat aantonen, alles. Ik had geen alcohol gedronken, want dat werd ook nog gesuggereerd in de kranten. Oh, Rodan zou wel dronken zijn geweest. Allemaal bullshit. Ja, en dat ik dan moet je wel denk, heel veel training gehad hebben trouwens, denk ik. Hoor. Ja, maar dan denk ik ook van hoe gaan mensen zulke dingen over je praten, weet je wel. Je komt net van een training, het is 11:30 of 12:00. En dat mensen dan dat soort dingen gaan zeggen. Ja, dan denk ik ook van, ja mensen, waar zijn jullie mee bezig, weet je wel. Je wilt gewoon naar je gezin toe. En dan met de veronderstelling dat je misschien niet eens terug kan gaan naar je gezin. En dan gaan mensen dat soort dingen zeggen in de kranten of wat dan ook. Misschien dronken. Ja. Ja, maar wordt al heel snel, heel makkelijk natuurlijk labels op mensen geplakt, mensen in hokjes geplaatst. Dat is sowieso iets waar ik zelf al echt niet van hou, maar het gebeurt wel heel, heel makkelijk. Ja, dus dat was toen de tijd ook heel best wel lastig, want ook ja, sommige teamgenoten hadden ook wel een woordje klaar, dat vond ik ook wel apart. En toen heb ik ook wel gezien hoe de wereld in elkaar zat, want geen echte van de jongens zijn bij me langsgekomen om te kijken hoe het met me was. Nee, geen enkel. Pittig man. Dus, leer je ook je vrienden kennen, hè, op die manier? Ja, weet je, het zijn er echt maar een paar op een handje die je kan zeggen, maar echt het gros heb ik niet gezien. Ja. En dan ga je ook wel denken van zo, weet je wel, hoe de mensen in elkaar zitten. Want dat heeft niks mee te maken met voetbal. Dat is gewoon, zit je als mens in elkaar? Hoe ga je dan voor de gezondheid van de anderen in? En het is een kleine moeite om even een belletje te doen of even langs te komen in het ziekenhuis of bij de persoon thuis. Ja. Hey, wat is gebeurd? Hoe is het? Weet je, voel je je goed? En dan noem het maar op. En maar dan houden, want dan komt het er wel neer dat ik een klein beetje de volgorde verkeerd heb nu. Want jij vertelde dat dit in de periode was dat je bij Willem II op non-actief stond. En dat je bij RKC trainde, toch? Ja. Ja, dat brengt mij dan toch, denk ik, tot de reden waarom je bij Willem II natuurlijk op non-actief stond. Had dat met de te befaamde kopstoot te maken? Nee, want ik kwam toen van Cardiff terug. Ik kwam van Cardiff terug? Ja. Met die kopstoot of met dit? Nee. Ik ben, na de kopstoot ben ik eerst naar Cardiff gegaan. Ah, oké. Okay. Ja. Snap je? Dus ik ben niet gelijk naar daar gegaan. Nee. Wat was daar gebeurd? Geef me nou... Ik ben eens even heel benieuwd. Want hoe komt dit? Als ik je nu ook spreek, je bent gewoon helemaal... Ik kan je sowieso zeggen dat het geen kopstoot was. En dat hebben Humberto Tan en meneer de Snor, Derksen, ook gecheckt. En Van Halst ook. Ik weet nog dat ik heel aandachtig die show ging kijken die dag. Van wat is er nou gebeurd? Ik weet dat ik natuurlijk... Ik was heel boos. Heel boos. En de redenen weet ik ook nog waarom. En we speelden een beker. Wil je liever niet? Ja, maakt mij niet uit. Dus, hey, ik zeg dat gewoon hoe het is. Weet je, destijds heb ik het niet gedaan omdat ik niet van toen in de media modder wilde gooien naar mijn eigen teamgenoten. Ik was captain van het team. Even voor de mensen die het niet weten, er is een verhaal dat jij dus inderdaad hè, een teamgenoot van je, en daarom vraag ik er ook echt naar, want het is natuurlijk wel iets unieks, gebeurt niet vaak, een kopstoot hebt gegeven. Nee, ik weet nog dat de oefening was, of een bekerwedstrijd was tegen de Graafschap. Die stonden we gewoon voor.
Alles ging goed. Ik ben captain van het team, aanvoerder gewoon ook. En er was een aanval van ons die wij dus inleiden naar hun doel toe. En we verloren de bal. Nou, we schakelen om. Maar op dat moment zeggen die teamgenoten tegen mij: omschakelen, Zwarte. Dus ik zeg, wat zeg je me nou? Dus ik stond even flabbergasted. Wat zeg je me nou? Het was geen Nederlands jongen, maar het was wel een buurland. Daarvan. Dan weet je wel hoe het gaat. Ja. En ik dacht, wat de hel gebeurt daar nou? En ik riep gewoon, wat zeg je daar? Wat zeg je daar? Nou, hij rent weg, want hij is aan het omschakelen. En er was een corner tegen. Nou, ik had schijt bij die corner. Ik ga naar hem toe. Ik zeg, wat de fuck zei je daar tegen mij? Dus ik kom, wat doe ik? Ik kom tegen hem aan met gewoon met mijn hoofd van, wat zeg je daar? Ben je gek geworden, weet je wel, dit en dat en dat. En wat hij doet is, hij doet dit. Dus naar achteren wegtrekken, zo. Dus een van de journalisten, ene Wilber Hak, weet ik ook nog, van het AD De Stem, had het niet gezien, want een van de maten zat achter hem. Hij keek niet eens wat er gebeurde. En iemand zei daar op het publiek van, ja, Iwan heeft een kopstoot gegeven. En hij schrijft het op. Zo kwam het zo is het opgeblazen. Ik werd van het veld gehaald door de trainer. Vond ik ook heel apart. Ik denk van, oké, zo ga je met jou aanvoerders om. Willem II heeft mij geschorst. Ja. Ik heb ook gezegd, ik bied mijn excuses niet aan voor mijn boze reactie. Ik bied mijn excuses aan dat ik me heb laten gaan. Weet je wel, want dat doe je niet op het veld. Zo helemaal losgaan. Maar ik heb mijn excuses aangeboden aan het team. En toen heb ik ook gezegd van, nee, ik ga niet uiten wat hij heeft gezegd. Dat wilde ik zo oplossen met hem. Toen heeft de trainer mij gezegd, oké, het is een storm in een glas water. Letterlijke woorden. Je kan de interview nog terug gaan zoeken. Nee. Van de trainer, Dennis van Wijk. Storm in een glas water. Ik zei, oké, cool. Dan gaan we gewoon verder op deze voet. Maar hij moet dat nooit meer zeggen. Niemand uit het team wist wat hij heeft gezegd. Ze zagen mij alleen maar wit heet worden. Helemaal overstuur. En een dag later kreeg ik te horen dat ik niet bij de club meer hoefde te komen. Bizar. Echt bizar. Als captain van het team, hè? Ja. Ja, maar dat nog niet alleen, Iwan. Al was je geen captain van het team geweest, dan had me in dit geval nog niks uitgemaakt. Ja, maar dan ga ik ook bedenken, ga je naar politieke dingen kijken. En je drukt wel eens waarschijnlijk wat op de begroting. We draaiden niet super echt goed. Misschien zochten ze een zondebok, I don't know. Ja. Maar één ding wat ik zeker weet is, ik heb hem geen kopstoot gegeven. Als ik hem een kopstoot had gegeven, had hij niet opgestaan. 100%. Daar kom ik ook gewoon openlijk voor uit. Ja, je? Je hebt vechtsport gedaan. Ja, weet je? Sorry maar, als ik hem een kopstoot geef en nogmaals, als Derksen, Humberto Tan, Jan van Hals, dat zijn denk ik de meeste analyticus die er nu nog steeds zijn. Ja. En zelfs Derksen zegt, het was niks. Het was een Eskimo-kusje. Ja, sorry. Die man die zoekt wel iets op als het echt iets is. Dan pakt hij ook echt aan. Ja. Maar die mensen hebben het ook gezien. En plus, nog een heel belangrijk iets. KNVB heeft me vrijgesproken. Ja, dat zegt dan genoeg, toch? Punt uit. Als de KNVB heeft me vrijgesproken, was ik klaar. Dus ik dacht ook van, hey, cool, het is klaar. Nee, wat gebeurt? Willem Teen neemt de heft in eigen handen. Voorzitter, die zet me op non-actief. Ik kreeg ijsvrij. Dus ik zei, ijsvrij? Waarom ijsvrij? Als het zo'n ernstig vergrijp is, waarom krijg ik geen dikke boete, geldboete, of wat dan ook, 5.000, 6.000 euro, of 7, of heel mijn salaris, I don't care, of iets. Niks. Nee. Dus dat was gewoon een soort van symboolpolitiek wat daar gebeurd is in jouw optiek. Ik weet het nog steeds niet. En ik vind het best wel jammer, want in die periode was het wel iets dat ik dacht van, nou weet je, ik ben captain van het team. Het is wel iets moois waar je naartoe hebt geleefd. Mm-hmm. Ik weet nog dat het jaar daarvoor was een rampjaar eigenlijk voor mij. Met een hele goede tweede helft. Want in het eerste jaar werd ik weer in het tweede elftal gezet door Maaskant. Die werd later ontslagen. En ik weet nog dat hij me een beetje een lastig persoon vond, omdat ik heel de tijd zei, trainen, we verliezen de hele tijd. Geen 4-3-3 meer spelen, laten we iets anders gaan spelen. Dat is het enige wat ik hem de hele tijd zei. Maar ja, hij zei het kon niet. Ja, op een gegeven moment werd ik te lastig gevonden en werd ik naar het tweede gezet. Ja, dat krijg je dan, hè. Als je je mondje optrekt, dan...
Ja, en er werd ook nog gezegd dat ik fysiek en mentaal dus geen profvoetbal kon spelen. En dat na 8 jaar. Ja, na 8 jaar kon jij fysiek en mentaal geen profvoetbal spelen. Ja. Ja, en dan komt er weer een moment dat je dus toch weer bij jezelf moet gaan kijken. Wat ga je ermee doen? Dan zit je in het tweede. Ja, je kan twee dingen doen. Met je pet ernaar gooien of je gaat keihard werken. Nou, ik weet ook dat Marco de Ruiter heel, heel erg tevreden was over mijn inzet. Ik heb ook bij de beloftes genoeg goals kunnen maken. Lekker mijn doelpunten gemaakt. Fit gebleven. Jonge gasten bijgestaan. Ook jonge gasten die nu nog in het eerste spelen bij een andere clubs. Bijvoorbeeld zo'n Marcel de Leeuw. Die goed speelt bij Groningen. Ook allemaal jonge gasten waarmee ik heel veel leuke momenten heb gehad. En als je dan gaat kijken naar dat op een gegeven moment hoe heet die? Robert Maaskant wordt ontslagen. Ja, en dan komt Kees Swamborn, die destijds dus interim trainer is geworden, naar me toe. Van hé, wat gaan we doen? Je bent toch een kostenpost. En je zit in het tweede. Kan je je nog inzetten voor het eerste? Ik zeg ja, tuurlijk, daar kom ik voor. Hiervoor word ik betaald. Ik hou van voetbal. Let's go. Dus hij zei: zullen we het dan weer proberen? Ik zeg: liever gisteren dan vandaag. En het was denk ik nog 12 wedstrijden voor het einde van het seizoen. En ik mocht mee naar Sparta uit. En Moussa Dembélé stond toen nog alleen in de spits. En die had 6 goals, dacht ik. En ik weet nog dat ik tegen Moussa zei: van de grap, Moussa, ik ga je inhalen. En einde van de rit. En ik weet nog dat we een prachtige wedstrijd samen hadden gespeeld. Dat was Utrecht tegen Willem II. Willem II thuis tegen Utrecht. Die wedstrijd zoek ik nog met goals. En dan scoorde hij 2-2. En we wonnen met 4-3 of 4-2. En dat was een van de leukste wedstrijden die ik heb mee kunnen maken bij Willem II. Met Moussa Dembélé nog. Maar als ik dan ga kijken naar dat ik dan in 11 wedstrijden, 12 wedstrijden, 11 goals maak. Ja, En dat is bizar. topscorer wordt van Willem II dat jaar dan nog. Ze ook nog in de na-competitie schiet. Dus dat we erin blijven. Ja, en dat heeft er denk ik voor gezorgd dat ik het jaar daarop captain werd van het team. Ja. Alleen de manier hoe het is gelopen vond ik gewoon heel spijtig en jammer. Ik had niet zo mijn contractjaren willen afronden. Nee, begrijp ik. Dat is denk ik ook wel een enorme smet, ook voor Ja. jezelf, denk ik Ja, gewoon. zeker, zeker, tuurlijk. Het zijn allemaal dingen dat je denkt van achteraf heb ik goed gehandeld of niet. Of had ik het moeten slikken? Nee, ik slik niet. Weet je, ik doe die dingen niet. En ik accepteer gewoon gelijkheid. Iedereen is gelijk en iedereen moet zich gewoon. Natuurlijk, als sporter kan je emoties hebben, maar niet dat soort emoties. En ik snap best dat iemand fel wil coachen, maar dat soort dingen hoeven niet bij worden gezegd. En als het zo was dat ik het niet goed had gehoord, dan is het nog steeds geen kopstoot. Nou, En nee, dan is klopt. het nog steeds, en dan is het nog steeds niet dat het een taboe is dat twee teamgenoten een argument mogen hebben. Nee, ze mogen een Ik argument heb hebben, natuurlijk. wedstrijden in Engeland gezien dat spelers op de vuist gingen van hetzelfde team met elkaar. Hier in Nederland heb ik Hadouir gezien met zijn eigen spelers die vechten. Die spelen gewoon de volgende week. Dus ik snap niet dat het bij mij zo'n hele ophef was geworden. Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen dat je dan ook tegenstaat, zeg maar, omdat het Ja. uitvergroot is. Maar goed, toont natuurlijk wel aan dat je gedurende je carrière voldoende tegenslag gehad hebt, ook overwonnen hebt natuurlijk. Dus logische stap ook, denk ik, dat je dan spelers wil gaan begeleiden naar je carrière. Nou, Beyond Yourself kwam natuurlijk. Hoe is dat allemaal gestart? Ben je er meteen ingesprongen naar je carrière? Heb je goed onderzoek Nee. gedaan? Nee, eigenlijk niet. Niet direct, want eerst zat ik gewoon lekker thuis. Lekker een beetje genieten nog van, oké, wat ga ik doen na mijn voetbalcarrière? Een beetje je interesse zoeken. Nou, in de eerste dagen ben je eigenlijk alleen maar aan het gamen. Gamen, gamen, gamen. En een beetje genieten van de vrijheid. Niet meer elke dag 's ochtends vroeg opstaan. Vaste regime wat je hebt. Om op de club te komen, melden, niet te laat komen en al dat soort dingen. Ja, en op een gegeven moment, ja, toen werd ik ook wel wat zwaarder. En toen zei mijn vriendin, mijn huidige vriendin, die zei toen van ja, hey, waarom ga je niet doen, man? Waarom ga je niet zoeken wat je leuk vindt? En toen zei ze, ja, wat dan? Ja, je vindt het toch leuk om te gaan trainen? Toen zei ze van je vindt het toch leuk om te gaan trainen? Waarom ga je geen lessen geven? En toen ben ik eigenlijk vanuit die weg ben ik me gaan inleven en inlezen in personal training.
En heb ik eigenlijk via een kapper van mij heb ik twee dames getraind, personal training in het park. Nou, dat vond ik leuk. Ik dacht, hé, dit is best wel leuk. Ik wist toen ook niet hoe ik het moest aanpakken. Ik heb gewoon filmpjes van YouTube gekeken en al dat soort dingen. En later pas heb ik een heel concept erachter gemaakt. Weet je wel, een visie en iets waar ik voor moest staan. En toen kwam ik eigenlijk op het punt, als ik dit ga doen, moet ik het wel heel goed doen. In de zin van, ik wil dat mensen mij gaan volgen, maar ook gaan begrijpen waarom ik dit doe. Waarom wil ik lessen geven? Waarom wil ik fitness uitdragen? Waarom wil ik een gezonde leefstijl uitdragen? Waarom wil ik een mindset uitdragen? Want dat vind ik nog steeds het belangrijkste. Boven fitness en health. Mindset. Ja. En dat was eigenlijk om de momenten dat ik mijn kruisbanden heb gescheurd. De keerzijde daarvan. Wat gebeurde er niet alleen fysiek met me, maar hier tussen mijn oren met me. Ja, en wat zijn de handelingen die je moet doen? Nou, iedereen werkt altijd tot een bepaalde comfortzone. Iedereen. En er zijn maar een paar mensen in de wereldbevolking die die grenzen kunnen overschrijden. En bewust overschrijden. En dat intrigeerde mij. Ik moest bewust mijn grenzen verleggen om weer op een niveau te komen. Ja. Zou ik in mijn comfortzone blijven, dan zou ik never nooit, weer op een niveau kunnen komen. Dus ik had ergens moeten zeggen van alle remmen los. Er zijn geen grenzen, ik ga gewoon er vol in. En we zien wel waar het schip strandt. Maar door dat te gaan doen en door zo'n instelling te gaan creëren bij mensen, de bewustwording ervan, ja, dat is een leuk proces. Want als ik dan ook gewoon zeg tegen jou wat ik je laat zei, je bent een yawner. Dus het bewust worden van, hey, ik ga elke dag word ik wakker. Ik ga nu bewust aan mijn leven werken. Ik ga bewust nu mijn doelen achterna. In plaats van, hey, wekkertje gaat af. Oh, ik moet weer opstaan, douchen, eten, naar de baas toe en de sleur, kinderen naar school brengen, weer ophalen, weer naar huis koken, tv, bank, slapen, weer volgende. Je weet hoe dat gaat. Ja, het standaard routinetje. En, ja, ja, nee. Een standaard routine. En ik wil mensen daarin van bewust maken van dat het niet hoeft. Je kan het leven zoveel mooier maken als je het initiatief neemt. En het initiatief kan je alleen nemen door je grenzen te verleggen. Doe dingen die je nog nooit hebt gedaan. En dat heeft ook dus met fysiek te maken. Wil je fysiek gaan ontwikkelen, ga je dingen moeten doen die je nog nooit hebt gedaan. En daar komt best wel soms een onorthodoxe manier bij kijken. Of een hele intensieve manier. Maar het is altijd ten goede van jezelf. Ten goede van jezelf. En zolang je dat weet, dat het altijd goed van pas komt, dan hoef je eigenlijk nergens druk over te maken. Mooi gesproken, man. Wijsheden die hier worden. Maar daarom is die naam ook zo geweldig, man. Beyond Yourself. Dat is gewoon de realiteit. Kijk, ik heb letterlijk mezelf voorbij moeten streven om verder te komen dan die persoon die hier met zijn kruisband stond. Hier stond die persoon met de kruisband. En ik wilde naar hier komen. Van hier is weer die voetballer die op het veld staat. Maar om hier te komen, dat gaat niet met op de bank zitten. Dat gaat niet met tot 12 uur uitslapen. Dat gaat niet door heel de dag te lopen eten. Nee, dat betekent vroeg opstaan. Dingen gaan doen die ik nog niet heb gedaan. Beter op mijn eten letten. Meer dutjes gaan doen. Extra trainingen pakken. Met mensen praten die misschien het al hebben meegemaakt. Al dat soort aspecten. Weet je, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus 2 dagen lang heb moeten denken over de naam. Ik had eerst Fit Yourself, Beyond Yourself, Beyond Fit en dit, dat. En op een gegeven moment kwam ik op Beyond Yourself. Dat was gewoon meteen, boom. Bam, toen heb ik het aan mijn broertje laten horen en mijn vriendin. En ik zei, Beyond Yourself, schieten jullie maar. En toen zei ze eigenlijk, ja, dat is het, man. We kunnen niet schieten. Nee, we kunnen niet schieten. En zo heb ik eigenlijk langzaamaan proberen te bouwen aan een brand. Nou, ik ben niet een super social media geek die alles weet en alles. En in onze tijd, wij zijn opgegroeid. Nou, we hebben het gezien hoe alles begon, Facebook, ja. Maar ja, dan nog ben je niet helemaal into all those things. We hebben dat nooit meegemaakt. Kinderen die nu leven, die worden ermee opgegroeid. Die weten meer gadgets en dingetjes te doen op die telefoons dan dat ik ooit zou weten, weet je wel.
Ja, dat is ja, niet ja. erg. Maar daarvoor heb je ook weer mensen om je heen, netwerk, om daarbij te helpen. Maar ik weet wel dat ik dat de naam Beyond Yourself goed brandwaardig is, zeg maar. Ja, maar ja. Gewoon ook bij sporters, zeker bij atleten, daar ben ik wel blij mee. Zeker bij voetballers. Maar ook gewoon internationaal, weet je wel. In Amerika heb ik best wel veel contacten. In Nederland dan, buitenland, Duitsland, Zwitserland, noem het maar op. Nee. En gewoon de mensen waarmee ik nu dagelijks bijna werk ook. En de mensen die komen om te trainen of die bij mij dat stukje extra willen krijgen. Ja, die zijn onbetaalbaar. Geloven. Omdat ze in jouw missie geloven en omdat ze echt... Ja, maar het is hun eigen missie. Ja, tuurlijk. Mijn missie is ook hun missie, want ik heb hem globaal gemaakt. Dus wat voor mij geldt, eigenlijk geldt voor een ieder op deze aardbodem. True. Iedereen, als ik zeg, iedereen wil succesvol worden. Zoek maar iemand die zegt, nee, ik wil niet succesvol zijn. Iedereen heeft een ambitie. Iedereen. Hoe laag je ook zit, iedereen heeft ambitie. Klopt, klopt. Iedereen wil wel iets in ieder geval, weet je. Iemand, maar... Ja, dan moet je er ook wel iets voor gaan doen. Je kan inderdaad niet heel erg... Als jij je rijbewijs wil halen, nou, dan moet je in die boeken gaan zitten. Theorieboeken leren. Je moet je lessen gaan volgen. Je moet je examen gaan halen. Ja. En als je examen hebt gehaald, dan doe je weer... En yes. Dan heb je dat dingetje, weet je. Ja. Dan komt die weer. Yes. Yes. Ik heb het gehaald. En dat is de vreugde, weet je. Van, yes, ik heb het gehaald. Ik heb weer mezelf een stapje hoger gezet. Weer een stapje op dat steentje. Ja. Weet je? Mooi logo. Steentje voor steentje, steentje voor steentje. En op een gegeven moment heb je een stukje balans gecreëerd voor jezelf. Balans in het leven voor jezelf creëren is gewoon het belangrijkste wat er is. En als je dat hebt gecreëerd, dan kan je stappen maken. Ja. En zo is Beyond Yourself gestart en is het een succesverhaal geworden natuurlijk. Want je hebt een mooie cliëntele opgebouwd, hè? Ondertussen. Ja. Wie heb je allemaal mogen begeleiden in Rotterdam daar? Ik heb heel veel spelers getraind, hoor. Van een Agassi, Lerin Duarte, Eljero Elia, Quincy Promes. Nashing heb ik voorbij zien komen, geloof ik. Nashing, Elvis Manu, Menno Bergs. Echt van alles. Wijnaldum. Indrukwekkend lijstje, hoor. Hè. Ja, toch? Echt Babel. Echt heel veel. En... Wie staat je nou van al deze jongens het meest bij en waarom? Eljero Elia. Ja? Ja, laat me het zo zeggen. Bij hem was het heel... Het verhaaltje is gewoon grappig. Het klopte ook gewoon. Kijk, natuurlijk met al die atleten heb ik een hele leuke en goede band. En hebben we hele intense momenten gehad in de zin van trainingen. Dat het echt heel zwaar was geworden. En... Ja, dat we elkaar echt moesten pushen om door te gaan, snap je wel? Alleen bij hem was het een directe vertaling. En bij deze jongens is de vertaling pas later. Bij hem was Eljero, hij kwam van Southampton naar Feyenoord. Toen was hij niet helemaal fit. Toen heeft hij mij gevraagd, Iwan, laten we fit worden. Ik zei, oké, ik ben bereid om met je te gaan trainen. Alleen ben jij bereid om fully te gaan investeren en ook je focus te verleggen. Ben je bereid om beyond yourself te gaan, basically? Juist, ben je bereid om volledig te gaan. En hij heeft me dat toegezegd. Dus we hebben ook ineengezet dat we 2 keer per dag zouden gaan trainen. En eigenlijk hebben wij dus ook een doel gezet van oké, we gaan nu een maand lang elke dag aan de bak. En op een gegeven moment, in het begin was het echt zwaar voor hem. Daar was echt wel, weet je, had best wel veel vakanties gehad. En dan kom aardig goed terug. En op een gegeven moment was het echt de eerste week afzien voor hem. Tweede week stappen maken. Derde week zag je er alweer de oude Eljero en zo door en zo door. En na 4e week was het echt zo dat hij mij ook in vertrouwen nam. En dat hij me vroeg van oké, Iwan, ik ben nu fit. Ik voel me weer goed. En dat zien we ook. En... Maar ik heb aanbiedingen. Toen zei ik, ik kan nu naar de zandbak gaan of ik kan nog één keer in Nederland. Ik zei, nou, ik zou je wel in Nederland willen zien. En ik zou je ook wel gewoon willen zien dat je dus je sportieve revanche pakt op de nee-zeers, zeg maar. De nee-zeers. Ja. Nou, en eigenlijk wat er toen is gebeurd, is dat hij dus heeft gekozen voor de...
Wacht even. En Geppelen. Ik heb dat hij heeft gekozen voor de Nederlandse club om weer zichzelf in de kijker te spelen. En ik heb ook gezegd, ja, dat is een prachtige mogelijkheid. We hebben ook één ding wat we dan voor ogen hebben, is binnen 3 maanden Nederlands elftal halen, prijzen pakken, beker, kampioenschap, noem het maar op. En natuurlijk jezelf weer helemaal on top krijgen. Nou, we waren al super helemaal fit. Alleen wat gebeurde, wat kwam is, hij koos voor die club. En de eerste maand moest hij ongeveer apart trainen. En later, na een maandje, was hij dus fitter geworden. Oh, dat is die kleine. Mooi man. Ja, ik hoorde het. Ja, en na een maandje was hij dus helemaal ready. En toen kreeg hij dus zijn eerste kans. Nou, de club is Feyenoord geweest dus. Ja. En eigenlijk vanaf de eerste 3 maanden ging alles goed voor hem. Totdat hij een hele kleine blessure kreeg, dat ik voor zijn scheen. En 3 maanden later zat hij in Oranje weer. Want hij kwam weer in Oranje. Klopt. Dus alles wat we hadden gepland vanaf die zomer. Dus lukte ook gewoon. Lukte. Goed spelen. Hij kon weer omschakelen. Want zijn grootste doel was na een actie omschakelen en weer een actie kunnen doen. En hij zei dat hij na 2 keren helemaal kapot was. En dat ging hem gewoon echt functioneel trainen. Dus op een gegeven moment kon hij actie na actie na actie, maar ook omschakelen, dus ook mee verdedigen. Nou, en dat zag je dus ook in zijn periode bij Feyenoord, dat hij best wel veel ook mee verdedigde in de hele Feyenoord methodiek. Ja. Nou, en dat daarna het tweede jaar beker. En, nou, klopt. Het kampioenschap, ja, dat zeker toen met de beker heb ik echt met tranen hier voor de buis gezeten, omdat ja, al die woede, de uren, die zag ik bij hem ontlading. Ja, snap ik. Want hij kwam vanuit ver ook inderdaad. En als je dan ziet hoe die zich dan herpakt en jij daar een onderdeel van kan zijn, dan zal je dat altijd ook wel bijblijven. Ja, dat was echt het mooiste. Ik heb hem ook echt gezegd van stuur me een mooi exemplaar van het shirtje, van het kampioensshirtje. En tot op heden hebben we gewoon altijd nog goed contact. En, ja, mooi toch? Mooie momenten, ja. Maar als je dan dit zo ziet, we hadden het natuurlijk eerder al gehad over het feit dat je natuurlijk spelers wilde begeleiden. Dat is dan niet zo gelopen zoals je wilde. Ja. Wat is daarmee de reden van geweest dan? Dat je dan zo dit verhaal vertelt, dan zou je eigenlijk zeggen, ja, we kunnen het bij iedereen. Als ze maar de juiste mindset hebben. Nee, maar kijk, het begeleiden. Je hebt 2 soorten begeleiden. Je hebt zakelijk begeleiden en... Ja, zeker. En ik vind het fysiek-mentale begeleiden gewoon leuker dan clubs bellen, zakelijk contracten regelen. Ik heb het wel gedaan, maar het is niet mijn harte wens. Het is niet mijn ding waar je me midden in de nacht voor wakker kan maken. Snap je wel? Nee, het had gewoon niet dezelfde passie voor je. Ik kan er heel veel geld mee verdienen, echt waar. En ik zie het ook, want mijn broertje doet het nog en het gaat heel goed. En de spelers zijn tevreden. Alleen, het is niet waarvoor ik sta. En waarvoor je bed uit wil komen als het ware. Ja, bed wil ik wel, maar niet. Het is een vieze wereld. En ik wil gewoon lekker slapen. Snap je wel? En ik kan er niet tegen. Ik kan gewoon niet tegen onrecht. Dus stel, we maken een deal. Ik zeg, hey Dave. Of jij zegt, Dave, ik breng je nu naar Frankrijk. En je gaat nu tekenen bij FC Rennes. Of Rennes. Ik zeg, oké, top. Contract wordt opgesteld. Ik kom naar Rennes. En dan kom ik daaraan en zeg, ja, het gaat niet meer door. We hebben net een andere speler getekend. Ik kan niet tegen dat onrecht. Nee, snap ik. Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als ik daaraan kom met een 41 jaar oude spits, dat ze ook tegen mij zeggen van, hé, ja. Misschien moeten we voor een jonger exemplaar gaan. Maar... 20 jaar jonger dan. Geef me 20 jaar jonger, ja? 21-jarige Eimeren dan, ja? Okay. Nee, precies. Maar ik kan me dat wel voorstellen, man. Want ik heb daar geen zin meer in om daar, weet je, met teleurstellingen en zo. Weet je wat, dat zijn situaties die ik dan niet hoef op te zoeken. Want ik hoor ook genoeg verhalen tussen van mijn broertje dat ik dan denk van, ja, och, weet je wel, nee man, is niet fijn. Is niet fijn. Nee, snap ik heel goed. Wat heb je voor jezelf nog voor persoonlijke doelen in dit jaar? Wat zou je graag zelf nog willen behalen? Ik ben nog bezig met een projectje. Mm-hmm. Dat wil ik van de grond krijgen. En dat wil ik op zo'n manier doen dat ik een grote gedeelte van het voetballend Nederland kan bereiken.
om zich in te gaan zetten in nog meer, nog betere, functionelere performance trainingen. Laat me het daarop houden. Oké, interesting. Interesting. Laten we daar sowieso nog maar een keertje goed over babbelen, want ik denk dat we daar zeker nog voor elkaar ook wel van dienst kunnen zijn. Ja. Ik ben nog wel één ding vergeten, want over bijzondere cliëntelen gesproken. Ja. Je weet waar ik naartoe wil, denk ik, of niet? Zeg het maar. Ik weet het niet. President van Togo. Oh, ja. Ja, dat was mooi. Dat was heel mooi. Ja, het was mooi. Alsof het een master was. Ja, het was prachtig. Je komt op je ja, hoe zeg je dat? Je vaderland. Nou, vaderland niet, maar laat me het zo zeggen. Op je voorouders, hun roots kom je terug eigenlijk. Mm-hmm. En dan praat ik niet eens over mijn opa en mijn oma die in Suriname zijn geboren, maar de voorouders, weet je wel. Ja. Mensen die echt vanuit Afrika zijn verscheept naar Amerika. En om daar te zijn was er al een en al thuiskomen. Het was warm. Mm-hmm. Het was echt letterlijk ook warm, maar ook gewoon figuurlijk in de zin van hoe je wordt verwelkomd. Hoe je wordt verwelkomd, weet je wel. En ja, dat was gewoon een warm bedje. Dat je gewoon denkt van oké, ja, het is niet zo slecht hoe het is. Weet je, tuurlijk, Afrika is Afrika. Moet je altijd voor oppassen, ook met de mensen. Zeker als je uit het Westen komt. Maar ik moet zeggen dat ik in die periode heel veel heb geleerd. Ook heel veel over mezelf heb geleerd. Ik heb in mijn eentje daar 6 maanden gezeten. Mijn vriendin bleef hier omdat ze zwanger was. Want die kon niet vliegen omdat ze malaria anders zou kunnen krijgen. Ja. En mijn zoontje van 2 en mijn andere kinderen die bleven ook gewoon hier. Maar het was een kans die ik niet kon laten gaan. De president die wilde fitter worden. Nou, ik vond het een mooie uitstap. Ook omdat ik dan natuurlijk weer iets doe wat ik normaliter nooit zou doen. Dus ik hou wel van dat soort dingetjes. En ik zag altijd nooit geschoten, het is altijd mis. Nou, in die periode worstel-evenementen gezien, hoe ze van kinderen mannen maken daar in Togo. Ik heb de mooiste natuurgebieden gezien, dieren gezien, van alles. Ja. Armoede, rijkdom, alles gezien. Het ligt allemaal dicht bij elkaar daar, hè? Heel dicht bij elkaar. Ja. En, maar ik heb ook heel veel goede mensen gezien en heel veel goede mensen behouden. Goede vrienden daarvan gekregen. En dat is priceless. Weet je wel, dat zijn dingen die je heel je leven meeneemt. Ja, tuurlijk. Je dacht in eerste instantie dat je geprankt werd, toch? Hoorde ik. Ja, want ik dacht van ja, wat moet ik daar doen? Wie gaat daar nou? En ik had nog nooit van Togo gehoord. Dus ik dacht van, wat moet ik in Togo? Weet je, Ghana weet ik. En Cameroen ken ik, maar Togo, ja. Jij dacht bij wijze van spreken, ik stap straks daar in Togo uit dat vliegtuig en dan staat die Frans Bauer daar met de camera te draaien met bananensplit zeker of zo. Ja, wellicht. Nee, maar alles was heel goed geregeld. We waren echt professioneel ook daarin. En ook het verblijf was professioneel. Eigenlijk perfect om voor heel je gezin en nog een gezin te verblijven. Ik kreeg een kok, ik kreeg een chauffeur. Ik mocht zelf niet rijden, dus we waren wel heel erg op de veiligheid. Mm-hmm. En ja, de kok die ik had, dat is een van mijn beste vrienden geworden. Dus, ja, mooi toch? Hoe dan dat soort dingen dan ook weer allemaal kunnen ontstaan natuurlijk ook. Ja. Als je gewoon een mindset hebt van, ik sta er voor open, ja dan kunnen er hele mooie dingen op pad komen. Zeker weten. Nee, dat was, zijn mooie momenten. En natuurlijk, ja, dat neem je niet weg. Kijk, Afrika is een continent dat altijd warm is. En als je dan wakker wordt en je ziet die zon al keihard schijnen en je doet je deur open, je gaat naar buiten en je strekt je uit en vitamine D komt op je af. Dat heeft heel veel impact op je hele doen en laten. Ja. Omdat, ja, elke dag daar, je zag daar bijna geen ongelukkige mensen. Ik heb het niet in die mate, maar ik mag hier gelukkig in Portugal ook niet klagen, gelukkig. Ja, dus, geloof ik ook. Maar ik begrijp dat wel. Inderdaad, gewoon 's ochtends die deur uit, kopje koffie buiten, weet je, in je t-shirtje. Ja, heerlijk, man. Ja. Ik kan me nog goed herinneren dat ik hier net in 2017 kwam ik hier net aan. Zat ik in januari. Zat ik op het balkon, maar puur en alleen met zo'n Nike sportbroekje, weet je wel. Ja. En mijn vader die belt me op, die zegt, ja, hoe is het? Maar ik zat video bellen, weet je wel. Ik zeg, pa,
Ik zeg, ik weet niet of je door hebt. Ik zeg, maar het is 20, 21 januari of zo, weet je wel. Ik zeg, ik zit hier in mijn sportbroekje op mijn balkon. Ik zeg, ja, jij komt niet meer terug zeker? Ik zeg, nee. Ik zeg, dit is wel prima zo en mij zie je niet meer. Heerlijk. Ja, ja, sinds die tijd gewoon nog altijd gelukkig hier, man. Dus, ja, lekkere dingen zijn er. Zijn misschien ook wel nog ambities voor mij. Naar buitenland? Toch wel? Zeker. Waar zou je toe willen? Ik hou van de zon. Overal waar zon is, is goed. Nou, kom maar een keertje langs van de zomer. Geef je lekker. Is goed. Is? Dingen lijkt me ook mooi. Maar dat is iets verder. Florida. Ja, dat is een stukje verder inderdaad. Maar, ja, maar ook wel lekker. Maar wel leuk, wel leuk. Ik ben in Florida geweest toen ik 12 was, man. Mijn vader die vond dat ik per se een keertje Amerika gezien moest hebben. Toen hebben we 2 weken lang een rondtour gedaan door heel Florida. Nice, dus ook naar Disney gegaan. Zou je? Disney ook geweest. Disney. Ja, ja, ja. 2 dagen Disney, Universal Studios geweest. Echt, ja, wel alles meegemaakt daar, man. Helemaal die zonsondergangen in Key West ook gekeken natuurlijk. Want die zijn een must natuurlijk als je in Florida bent. Ja, ja, mooi, man. Wij waren bij Naples, waren wij. Naples. En daar heb ik opgenomen met mijn drone. Ja. Vorige zomer met het nationale team van Suriname. En toen heb ik, zeg maar, de drone in, zeg maar, de richting de zonsondergang laten vliegen. Terwijl die onderging. Dus ik heb prachtige shots nog. Ja, snap ik, man. Stuur maar een paar van door. Die wil ik wel eens, wil ik wel eens zien. We hebben natuurlijk heel veel tijd over mensen die zichzelf willen verbeteren. Mensen die zowel fysiek als mentaal, et cetera, beyond yourself gaan. Wat is voor jou de belangrijkste tip die jij mee wil geven aan mensen die punt 1 zichzelf willen verbeteren? Dus echt op persoonlijk vlak. En wat is jouw belangrijkste tip die jij voor mensen hebt vanuit jouw ondernemerservaring? De eerste tip is sowieso, geloof altijd in je eigen kunnen. Laat je nooit, te neerslaan door meningen van anderen. Weet je, dus ik zeg altijd, dream big dreams. Gewoon, ga gewoon vol, hoe groter de droom, hoe beter. En als het dan een gedeelte van die droom is, dan is het nog steeds groot. En alles is mogelijk. Weet je wel, er is geen onmogelijkheid. Want ja, nogmaals, kom ik weer op dat stukje beyond yourself. Geloof jij dat je iets kan doen wat er nog niet is? Dan moet je iets gaan doen wat er nog nooit is gedaan. En dat heeft dus ook te maken met hoe wij nu kunnen facetimen. Ja, dat komt omdat er ooit iemand iets heeft gedaan wat er nog nooit is geweest. Ja, ja, klopt. Maar ja, had je dit 300 jaar geleden gedaan en gezegd, dan was je opgehangen als heks of weet ik veel wat. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, klopt. Maar hetzelfde met licht en elektriciteit, alles. Er zijn zoveel slimme mensen in de wereld. Iedereen heeft een idee. Iedereen is exclusief en uniek daarin. Dus blijf geloven in je eigen kunnen. Laat je niet van je doel afhalen. En bij ups en downs kom altijd weer terug naar jezelf. Dus terug naar de basis van waarom wil je iets gaan doen. Als je een drijfveer hebt, dan is het makkelijker om dat ook natuurlijk achteraan te gaan. Wauw. Wijsheden. Wijsheden en quotes van Iwan. Ik ben een beetje grijs. Nee. een beetje. Ja, zoals we al zeiden, man. De tijd vliegt, toch? Dus, daarom. En vanuit het ondernemerschap. Kijk, ik kan zeggen, ik heb nu 2 ondernemingjes. Maar nogmaals, alles is ook nog bij mij aan het ontwikkelen. Ik heb geen supermiljoenen onderneming. Weet je, en ik weet ook niet of het ooit wordt. Maar er zijn zoveel dingen die ik doe die leuk zijn. En die ik leuk wil houden. En dat vind ik belangrijk. Tuurlijk, als een onderneming een keer ontploft. Tuurlijk is dat top. Maar als ondernemer kan ik alleen zeggen. Zorg dat je de stappen die onnodig zijn, niet neemt. Okay, dus dat is wel moeilijk. Weet je, schoenmaker blijft bij je leest verhaal, zeg maar. Ga gewoon kijken wat echt essentieel is om te doen. En dan als ik mijn voorbeeldje moet geven is, ik ging vroeger heel veel denken van, bijvoorbeeld, ik heb een ondernemer waarbij ik sportonderwijs doe, of en dat ik dan gelijk denk, ook moet voor iedereen tasjes hebben met bidons en kleding. Maar is dat een essentieel iets waardoor mijn business beter gaat lopen? Mm. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus ga terug naar de basis, hou je bij wat echt essentieel is. En dat heb ik ook zelf moeten leren, want dat heb ik heel veel leergeld daarin gestopt.
Ja, en dan later zie je dat het helemaal geen het rendement gaf wat je wilde hebben. En dan ga je toch weer terug naar de essentie. Resultaat halen. Resultaten eerst en vanuit daar doorpakken. Ja. En nogmaals, blijf geloven in je, in jouw visie, in jouw, in jouw, 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 jouw bedrijf. Weet je waar het voor staat? Dat zal jou zeker wel een bestaansrecht geven. Blijf bij visie, blijf bij jezelf en blijf Zeker trouw aan weten. de missie ook die je voor Ja. jezelf hebt opgezet. Hey, waar ik verder nog heel erg benieuwd naar ben, hè? Want een van de dingen die ik je natuurlijk ook vertelde voordat wij samen in gesprek gingen, was dat voor ons het heel belangrijk is dat wij een gedeelte van al onze opbrengsten, dat spenderen wij aan onderzoek naar kinderkanker en naar het huisvesten van thuisloze jongeren. Zijn er goede doelen die jij zelf ondersteunt? Ik heb goede contacten met Kika gehad. Spieren voor Spieren. En tot op heden doe ik ook voor Den Hoed Huis. Familie Den Hoed. Sorry voor. Familie Den Hoed. Helder. Helder, mooi man. Ja, ik vind het inderdaad gewoon altijd echt tof om te zien ook dat gewoon de mensen zijn die zich gewoon nog steeds voor doelen inzetten die voor hun gewoon enorm belangrijk zijn. En vandaar dat wij ook altijd natuurlijk vragen aan de mensen die bij ons op de podcast komen. Om gewoon toch eens te verifiëren van ja, wat is voor jullie dan zo belangrijk? Wat is voor jou de reden dat jij deze doelen bent gaan ondersteunen? Nou, sowieso bij eentje die ik destijds sowieso ondersteunde was Spieren voor Spieren. Omdat er heel veel kinderen waren die dus door hun spierziekte dus niet konden sporten. Nou, ik vond het wel belangrijk dat je die kinderen dan ook via een instantie kan helpen. Dus daar hebben we ook in het verleden ook heel veel acties voor gedaan. De laatste actie die we hebben gedaan was met het Familie Den Hoed Huis. Hebben we een donatie gedaan vanuit onze klantenkring om daar een bijdrage aan te geven. Wow. En zo zoeken we telkens iets leuks. Weet je, net als dit jaar heb ik ook weer een idee om iets te gaan doen. Maar het zijn wel altijd wel met best wel ingrijpende instanties. Ja, maar dat is het hem ook, hè? Ik denk dat juist die ingrijpende instanties ook gewoon echt een heel mooi verschil maken Ja, maar sociaal-maatschappelijk in deze wereld. ook, weet je wel. Kijk, Ja. niet iedereen is in staat om iets voor zichzelf te gaan doen. Weet je, en ook al doe je daar maar, zeg laat staan, 1% van wat je omzet afzetten naar zo'n instantie, denk ik dat zo'n instantie heel, heel rendabel kan zijn voor de. Ja, zeker, zeker. En dat is ook de reden waarom we het vragen en dat we meer van dit soort bewustwording ook willen creëren, ook onder influencers, maar ook onder ondernemers, onder iedereen eigenlijk met wie wij werken. Van hey, besef dat als alleen jij al iets gaat doen, dat dat alweer één persoon meer is die echt impact maakt en die een Ja. verschil kan maken op het leven van zoveel anderen. Ja, maar ik heb het ook gezien bijvoorbeeld. Ja, kijk, het is natuurlijk, het is niet, geen ziektepatiënt, maar bijvoorbeeld met die kok van mij, die doordat ik hem gewoon af en toe iets toestuur, heeft hij nu zijn eigen plantje, of zijn plantage heeft hij, dus zijn eigen boerderijtje. Ja. En zijn eigen stukje grond. Dus zelf had hij het niet kunnen doen, maar met een beetje hulp van mij. Kan hij zich nu zelf redden? Ja, dat is toch Dus geweldig? ik vind dat prachtig. Ja, absoluut. Dat hij gewoon lekker zijn eigen gewassen kan laten groeien. Heerlijk, man. Ja, man, er is toch niks mooiers dan dat? En dat jij daar gewoon een kleine bijdrage in hebt Ja, ook geleverd, niet eens gewoon veel maar. meer. Gewoon een klein beetje, klein beetje. Voor, een kleine beetje voor mij is de wereld voor hem. Ja, absoluut. Want de €50, als ik dat opmaak aan een weet ik veel, een potje FIFA of zo, weet ik bijvoorbeeld. Die €50 kan hij bijvoorbeeld 2, 3 maanden van eten. Ja. Begrijp je? Dus waarom niet? Precies. Want je maakt Weet je? zo'n invloed voor 2, 3 maanden. Tuurlijk. Met zo'n klein gebaar voor jezelf, hè? Want dat is het. Dat Dat is is het. het. Dat Ja, is het. mooi man. Even een paar kleine korte dingetjes nog ter afsluiting, waarvoor ik altijd mijn vaste vraag. Allereerst, wat wij heel graag willen en waar we jou voor uit willen nodigen, is het volgende. Jij weet natuurlijk heel veel over mentale weerbaarheid, fysieke optimalisatie, een stukje mindset. Wij zouden je graag willen uitnodigen om een vijftal TEDx-achtige videotrainingen op te nemen. En dat wij die dan ook in ons programma zouden kunnen presenteren. En uiteraard voor iedereen die dan uiteindelijk, want we gaan natuurlijk
deze video's op de Nederlandse markt uitbrengen. Voor iedereen die dan ook in Nederland met jou samen zou willen werken, kunnen we natuurlijk gewoon een link plaatsen naar jouw website, et cetera. Maar wij zijn ervan overtuigd dat met jouw kennis, expertise over dit onderwerp, dat jij zeker van meerwaarde kan zijn, ook voor onze studenten. En bij deze, zou jij er ook openstaan om een vijftal video's voor ons op te nemen? Als jij me erbij helpt, dan doe ik het. Absoluut, man. ik kan je er zeker bij helpen. Voorwaarde. Dat is alleen dat is een voorwaarde. Als jij me erbij helpt, tuurlijk, man. Jij regelt alles, dan doe ik het. Ik ga je erbij helpen. Komt helemaal goed. Ik heb je er graag in. Daarnaast, zoals ik je natuurlijk ook al vertelde. Zelf heb ik natuurlijk hier in Portugal bij Facebook, bij Google gewerkt. Mijn kennis over digitale marketing die is best hoog. Mm-hmm. Wat ik heel graag voor je zou willen doen. En wat ook voor ons weer een stukje extra credibility zou zijn. Dus op het moment dat we voor jou een x-aantal landingspagina's en dergelijke zouden kunnen maken. Wil ik je kosteloos aanbieden om dat te doen met de software die wij daar ook voor hebben. Ja, en dan zou ik je willen vragen of ik gewoon wat video en wat contentmateriaal voor jou mag hebben om even een paar landingspagina's in elkaar te gooien. En dan kunnen wij die weer heel mooi presenteren, ook natuurlijk in onze template die we ook weggeven aan onze studenten. Ja. Bij deze, mogen we dat ook voor je doen? Dat zeker. Awesome, man. Want kijk, dan vraag je gewoon later, dan gaan we daar gewoon wat dieper op in. Wat video's, wat content. Kunnen we zelf natuurlijk de copy voor schrijven. Dat is ook allemaal geen enkel probleem. Maar het is voor ons een enorme eer om dat natuurlijk te kunnen doen. En dan heb ik nog twee belangrijke afsluitende vragen voor je. Want we willen natuurlijk ook jou helpen om je een digitaal inkomen echt goed te kunnen laten opbouwen. Dat kan natuurlijk via internet op allerlei manieren zijn die ook gewoon heel goed bij je passen. Ja. En daarvoor willen we je uitnodigen voor de training die normaal gesproken dan dus voor ons... Voor onze studenten zou die €500 per maand zijn. Mm-hmm. Echt, hè? Omdat jij natuurlijk ook een coach dan gaat zijn. Als ik je ga helpen met die video's. Vind ik het een beetje raar om je daarvoor te vragen om daarvoor te betalen. Dus ik wil je uitnodigen om daar gewoon in plaats te nemen. Plus, wat daarin misschien nog wel belangrijker is. Heb jij een uurtje per week over om de vragen van onze studenten, als het aankomt op mindset en trainingen, om hun vragen te beantwoorden live, 1 uurtje per week, op een vast tijdstip? Zou dat je uitkomen? Heb je daar een uurtje voor in de week? Hangt vanaf het tijdstip. Ja, dat wil ik aan jou overlaten. Dan moet je maar naar kijken hoe dat het beste in je agenda past. Ja. Maar dit is natuurlijk kijk wel iets, als sporter, als atleet, moet je natuurlijk beyond yourself kunnen gaan. Maar ook als ondernemer moet je gewoon echt op een gegeven moment... Je moet stappen zetten. Het is allemaal hetzelfde. Ondernemen is ook top. Ja, precies. De bazen, de grootste ondernemers, enterprises, zijn ook topsporters. Die mensen zijn dag en nacht bezig met het ontwikkelen van hun bedrijven. Dus dat is ook topsport. Daarom, man. En daar komen heel veel mindsetvragen op bij kijken. Ja. Als je een uurtje per week zou hebben, dat zou voor ons echt geweldig zijn om jou als Dream Chaser coach te verwelkomen. Hoe lang gaat dat duren, die periode? In welke periode? Tijdsbestek? Niet per definitie een tijdbestek. Dan wil ik even met jou in jouw kalender kijken vanaf wanneer dat dan jou uitkomt, zeg maar. En dan kunnen we altijd kijken, desnoods hoeven we het ook niet per definitie 1 uur per week te doen. Dan zouden we het 1 uur per maand kunnen doen, bij wijze van. Sowieso met je te gaan sparren. Ik vind het helemaal leuk. Als het in je agenda past, zou het geweldig zijn. Last but not least, want dit is de vraag waarmee we iedere podcast natuurlijk afsluiten. Omdat dat voor ons een enorme hulp is. Ivan, we hebben nu met jou een fantastisch interview gedaan. Waarin we echt hele mooie dingen besproken hebben. Mensen ook jou goed hebben kunnen laten leren kennen en waardoor we mensen echt hebben kunnen laten zien welke struggles je overwonnen hebt. Vanuit jouw netwerk, welke 3 mensen moeten we na jou interviewen en kun jij ons een introductie geven? Oh jawel, ik denk een goede maat van mij, Sander Franklin. Mm-hmm. Die heeft een mooie Sander Franklin store in Rotterdam-Noord. Hele, hele inspirerende persoon ook. En wie zou nog meer een inspiratie... Ja, moet het per se op sport zijn? Hoeft niet per definitie op sportgebied te zijn. Dan denk ik nog Mirko Zesovic. Mirko Zesovic? Ja, van Brada Store.
Ah, tuurlijk, man. Ja, mijn brader. Wauw. Maar jij kan die intro bij die twee guys kan je realiseren. Tuurlijk, tuurlijk. Geweldig, man. En ik weet niet, ik denk niet dat mijn broertje ervoor open staat, echt. Anders zou ik ook mijn broertje voorstellen. En hij is van Supervision Management. Ja, maar die staat er dus misschien niet voor open, zeg je. Nee, ik weet het niet. Hij is niet echt van de camera. Laten we kijken wat we kunnen doen. En ja, goed, weet je, die andere twee, dat zijn nog twee mooie namen. Maar, en dat zou misschien Michel Frissen zijn van Frissen Ideeën. Oké. Ja, gooi. Hij is een ondernemer, hij is grafisch designer. Hij maakt websites, kaartjes, visitekaartjes, alles. Van alles wat. Ja, top man. Altijd geweldig om met gelijkgestemden inderdaad te gaan zitten, te sparren, dit soort toffe interviews te doen. Dus... Ik heb er nog wel een paar hoor. Ja, gooi ze mij kwijt. Ik vroeg je om 3, maar al heb je er 10, weet je. Ik bedoel, ik ga je niet tegenhouden. Ik ga je niet tegenhouden om ons te helpen natuurlijk. Dus ja, ja tof. Hey, Ivan. Bijna 2 uur. 1,5, 2 uurtjes. Ja. Geweldig interview geweest met je. Zijn er nog dingen die jij aan ons wil vragen? Nee, ik zou zeggen, ga lekker door met waar je mee bezig bent. En keep on doing the good work. Ja, dankjewel man. Doet me echt goed dat je hier was. We gaan zeker in de aankomende week nog even babbelen. En ik zal zorgen dat we het promotiemateriaal aan jouw kant op gaan sturen. Leuk. Ja, en geweldig dat je hebt meegewerkt. Ik zal Willy straks nogmaals de groetjes van je doen. En we houden even contact, man. Is goed. Groeten. Yes? Yes. Oké. Okay. 1 moment, bro. Want...